ziet geen argumenten en feiten meer. Je ziet sfeerrapportages. Daar gaat dit psychologisch spelletje over. Let op, dit is propaganda. Dan haal je de vrije wil uit de maatschappij. Wat hier staat is echt ongelooflijk. Nou, het is misdadig. Welkom bij het weekjournaal, ook wel weekoverzicht. Het is week 22. Ik zit in Nederland. Jeroen is thuis in Paraguay. Maar Jeroen, jij komt binnenkort weer naar Nederland. Volgende week ben je er nog niet, maar de week daarop nemen we op in de studio. Ja, vanaf 10 juni ben ik weer even in Nederland. Gek genoeg, ik kijk er niet naar uit. Maar ik heb een hoop dingen te doen. Dus dan ben ik weer eventjes daar. En dan kunnen we ook weer in de studio zitten. We hebben onder meer natuurlijk 14 juni hebben we Fort Oranje, de rechtszaak bij de Raad van State. Dus ja. En in principe zouden we ook nog een voorlopige voorziening moeten hebben. Gaan we zo op in. Want er is iets uit de hoge hoed gekomen van, in dit geval was het de Raad van State. Hè? Bespreken we zo bij juridisch. We beginnen bij het nieuws van de week. Dick Schoof. Ja, dan gaan we. We hebben van deze week toch een kleine special erover gemaakt. Want het is natuurlijk zo belangrijk nieuws, denk ik. Het is iemand met een hele rijke staat van dienst. Nou, het is veel meer. Hè. Ik denk dat dit een historische stap is voor Nederland. Maar daar gaan we het zo meteen over hebben. Het voelt een beetje als 1933. Zo zou je het kunnen vergelijken misschien. Goed, inderdaad, politiek. We beginnen met Dick Schoof. Nou, waar kennen we Dick Schoof van? NCTV, de AIVD, Algemene Inlichting en Veiligheidsdienst. Maar hij is ook verantwoordelijk voor de hervorming van de politie, de vorming van de nationale politie. En de politie onderbrengen bij niet justitie, maar justitie en veiligheid. Het superministerie ook wel genoemd. Ja, het was grappig bij binnenland. Ja? Dat we het vorige week over die linkerpersoon hadden als Mr. Deep State, maar de koning van de Deep State is Dick Schoof. Grappig ook om te zien dat de fragment die wij over Dick Schoof hebben opgenomen flink viraal gingen deze week. Alsof wij waarzeggers zijn. Nou, het grappige is dat we daar helemaal niks mee hebben, maar dat we gewoon onderzoek doen en kijken naar welke naam is nou verbonden bij vrijwel elk schandaal. Dan zullen zeggen mensen snel zeggen Rutte, dat is absoluut waar, maar Rutte is de woordvoerder van Dick Schoof. Ja, maar als je even terugkijkt, gaat naar die persconferentie. Ik weet niet wat jij zag toen ik die persconferentie zag, maar ik zag twee enge mannetjes daar staan. Twee echt hele enge mannetjes. Ik vond het ook een beetje een surrealistisch gebeuren daar. En meneer Schoof, die was ongelooflijk nerveus. En dat begrijp ik ook, hè. Dat gaan we ook nu uitleggen, want Schoof, dat is Mr. Deep State himself, hè? Samen met Albersberg en Akerboom. Dit voelt denk ik een beetje als uit de kast komen voor Schoof. Precies. Ja, het was alsof hij inderdaad uit de kast kwam. En in één keer staat hij daar. Hey, het is de poppenspeler, weet je, die aan de touwtjes trekt. En in één keer is dit in het poppenspel, komt de poppenspeler zelf tevoorschijn. En die heeft de naam Dick Schoof. Hier met de keuze voor Schoof als premier is uiterst rechts opeens teleurgesteld in Wilders. Koekoek, dit is letterlijk Rutte 2. Nou, Rutte 5 volgens mij, maar het is de krant, dus ze maken fouten, dat snappen we. Ja, maar dat is natuurlijk zo, Rutte zei het zelf ook al, hè? Het VVD-beleid wordt gewoon uitgevoerd. En het had niet veel anders geweest als Frans Timmermans. Het maakt allemaal niks uit, hè? Het is allemaal hetzelfde. Nou ja, dat is natuurlijk ook wat we hier vooral in zien. Ze hebben genoeg aan public relations gedaan met allemaal acteurs die ze in persconferenties gebruikten, zoals Rutte en De Jonge.
Nu dan de mensen die de teksten zelf schrijven en het beleid hebben gemaakt. Het bespaart een communicatielaag, hè? Want het is toch vermoeiend om iedere dag die briefjes te schrijven wat ze moeten voorlezen. Weet je wat, ik ga het gewoon zelf doen. Hè? Dat is wat hier gebeurt. En hij zei tijdens die persconferentie, ja, het was een verrassing voor zowel hemzelf als misschien voor iedereen, voor het publiek. Nou, ik kan je vertellen, het was geen verrassing. Dit is lang voorbereid. Dit was al lang bekend. En kijk even terug naar 6 maart 2024. Toen verscheen het artikel in de Groene Amsterdammer. Die hebben hem 4 of 5 keer geïnterviewd. Wat zat erachter? Waarom was dit interview? Waarom? Om het publiek kennis te laten maken met hun nieuwe premier. En als we dan... Ik heb er even een paar stukjes uitgehaald. Kijk, het is... Als je dat interview leest, gaat het natuurlijk over allemaal linkse onzin. Maar je moet even tussen de regels doorlezen. Kijk, daar gaat bijvoorbeeld, ze hebben het over dan strijd met internationaal recht. Bijvoorbeeld gebied van asiel of gezinsvrijheid. Is natuurlijk onzin. Het internationale recht wordt constant verkracht. En dan, wat zegt hij hier dan? Ja, ik heb geen scherpe meetlat waarmee ik kan zeggen, dan is het land geen democratische rechtsstaat meer. Rechtsstaat en democratie zijn altijd aan verandering onderhevig. We kijken bijvoorbeeld rond terrorismewetgeving anders aan tegen privacy en vrijheid dan 20 jaar geleden. Willem, wie is be? Want ik kijk helemaal niet anders aan tegen privacy of vrijheid. Ja, vooral wat hier naar voren komt is dat grondrechten dus plooibaar zijn. Ze zijn niet echt grondrechten, ze zijn... Ja, je kijkt gewoon wanneer je ze wel en niet kan toepassen. En je kan ze met elke gemaakte incident, ik noem een 9-11, kan je ze dus weer herdefiniëren. Nou, we kijken er anders tegenaan. Het is, wat hij bedoelt is, wij hebben al die vrijheden langzaam weggenomen. En niemand die daar iets van gezegd heeft, dus dan is dat het nieuwe normaal. Want daar komen we zo nog op. En dan de volgende vraag. Of hoef ik niet te schrikken van uw uitspraak dat de democratische rechtsstaat altijd verandert? Heeft hij het over artikel 1, LHBTQ? Dat is natuurlijk weer een onzinverhaal. Maar, en dan zegt hij, er zijn allerlei ontwikkelingen in en buiten onze samenleving waar we ons aan moeten aanpassen. Bijvoorbeeld de balans tussen vrijheid en privacy. Die is niet in beton gegoten. We moeten ons maar aanpassen aan ontwikkelingen in en buiten onze samenleving. Wat bedoelt hij daarmee, Willem? Ja, ik denk dat hij bedoelt de narratieven en de protocollen die hij vanuit de DHS krijgt om Nederland te herinrichten. Want dan zeg ik het goed, de DHS, hij heeft regelmatig contact met... Mallorca's. Mallorca's, en dat is de griezel in de Verenigde Staten, de evenbeen van Dick Schoof, hè, de hoofd van de NCTV. Eigenlijk staat hij aan het hoofd van de Department of hoe heet het? Homeland Security, DHS. En Mallorca's is dus ook degene die een massamigratiegolf instigeert en op gang houdt. Er is geprobeerd om hem te impeachen, want ook hoge medewerkers kan je impeachen. Dat is net niet gelukt, op 2 stemmen na niet. En daarom wordt de Verenigde Staten overspoeld. Je zou het omvolking kunnen noemen. Kijk, en hier komt de aap uit de mouw, waar we het net al een beetje over hadden. Is onze beleving en invulling van de democratische rechtsstaat aan het veranderen? Wat zegt hij? Let op. Hier kom je op de metafoor van de kikker in de pan. Als je het water in de pan langzaam heet maakt, zou de kikker blijven zitten. Als je de kikker in een hete pan gooit, springt hij er meteen uit. Nou, dit vind ik de meest opvallende uitspraak van hem. Hij weet dus hoe dat werkt, hoe je kikkertjes moet koken. Nou, en wie zijn die kikkertjes? Dat zijn wij. Dus wat hij zegt, we zijn heel langzaam, zijn we al de democratische rechtsstaat. Kijk. Hij is de grondlegger van de staatsgreep. Hij heeft de hele inrichting van de staat, hebben hij en zijn kornuiten, langzaam maar zeker totaal omgebouwd. Ja, we hebben een beetje gekeken naar zijn track record. Dit gaat terug naar Kok. Ze waren allebei PvdA. En in de jaren 90 begint hij zich te roeren als topambtenaar. En nog een vraag die ik even uitgehaald heb. Is u in uw carrière wel eens een moment geweest dat u gevoel zei, nee, dit gaat me te ver? En dan zegt hij, nee, ik heb nooit het moment gehad dat ik besloot op te stappen. Hij heeft vertrouwen in bewindslieden. Maar hij heeft wel eens gezegd, wat jij wilt, raakt de rechtsstaat. Ik ga geen voorbeelden noemen, maar ik heb wel gedacht van, poeh, kan dat wel? Maar dan kwam ik tot de conclusie, nou, dat moet wel kunnen, toch maar kunnen. Hè?
Dit laat heel goed zien, er zijn geen grenzen voor deze man. En dat heeft hij ook al in zijn track record, laat hij dat ook zien. Deze man is per definitie een antidemocraat. Het is iemand die de poten van de democratische rechtsstaat systematisch heeft afgezaagd. Kijk, en dat begon in zijn echte carrière, begon meen ik in 2009, denk ik. Nee, 1999 kwam hij bij... 1998 was hij al plaatsvervangend secretaris-generaal, volgens mij, bij Justitie. En daar is hij nu weer hoofdsecretaris-generaal. Dus het klokje is rond. Daar was hij ook al involved in de doofpot rond Rolodex. En eigenlijk vanaf dat moment is hij eerst bij de IND gaan werken. Bij de IND is hij verantwoordelijk voor de vreemdelingenwet, die inderdaad op Ike is toegepast. Daar komen we ook nog zo op terug. En daarna werd hij gevraagd, toen nog voor de NCT. Dat veiligheid kwam er later pas bij. Dus hij staat aan de wieg van de NCTV in die zin. Ja, en waar hij ook aan de wieg staat, is namelijk, hij was verantwoordelijk voor de vorming van de nationale politie. Hebben we net al een opmerking over gemaakt, maar dit is een van de belangrijkste stappen geweest voor de ondermijning van onze rechtsstaat. En wat heeft hij gedaan? De nationale politie, daarmee zijn al die lastige korpschefs die eigenwijs waren en die je niet altijd helemaal onder controle had, die zijn allemaal verdwenen. Politie zat bij Binnenlandse Zaken en de Openbaar Ministerie zat bij Justitie. En zo had je toch een systeem van checks and balances. Hè? Dat niet alles in één hand. Maar hij heeft ervoor gezorgd dat werkelijk alles in één hand is gekomen en ook al die korpschefs zijn weggevallen. Dus nu heb je een gigantische concentratie van macht heeft hier plaatsgevonden. Zodat je vanuit één ministerie zowel de onderzoeken kan bevelen en de vervolgingen. En daar heeft natuurlijk gretig gebruik van gemaakt, want hij stond aan het hoofd van Justitie de afgelopen jaren. En we weten allemaal dat allemaal mensen die andere meningen hebben, die werden systematisch vervolgd. En wie is daar verantwoordelijk voor? Nou, Dick Schoof, dit is het gezicht wat erachter zit. Maar hij was ook verantwoordelijk voor de zaak Eik, die noemde het net al. Hij heeft dat gecoördineerd en geregisseerd. En dan zien we de vijfde of zesde paraferen 21 oktober 2022. Dus eventjes voor de duidelijkheid, dit zou eigenlijk een zaak voor IND moeten zijn. Dat is de staatssecretaris, die valt onder Jusilgus. Maar wacht eventjes, de echte baas op Justitie, en JNV, het superministerie, is Dick Schoof. Als zijn handtekening niet onder staat, gebeurt er niks. Ja. En we weten ook wat hij bij, als AIVD, de AIVD, de NCTV, we weten hoe zij denken over vrijheid van meningsuiting. Mensen die kritiek hebben op de overheid, dat zijn extremisten. Daar komen we zo nog op. Maar Geert Wilders is heel blij met deze keus. Je ziet het hier, een tweet van hem. Dick Schoof heeft een grote staat van dienst, is partijloos en staat dus boven de partijen. Even correctie, partijloos, nee. 30 jaar bij de PvdA gezeten en in 2021 zijn lidmaatschap opgezegd. Maar is dat partijloos? Dat vind ik een beetje een grote uitspraak. Nou, en is hij integer? Als je de schandalen bekijkt die aan hem kleven, daar druppelt nou niet echt de integriteit van af. Deze twee heren kennen elkaar wel heel goed, want Dick Schoof is veel bezig geweest met de beveiliging in de safehouses voor Wilders. Hij was de eyes and ears en hij heeft Wilders goed kunnen sturen. En we komen dadelijk bij juridisch op het meesterplan terug. En Ed Nijpels, die tweet, eindelijk doet Wilders iets verstandigs. Dick Schoof is een uitstekende kandidaat die onafhankelijk zal opereren en die van de rechtsstaat houdt. Nou, als je van Ed Nijpels een aanbeveling krijgt, nou dan weet je, dan ben je verloren. Dat is, Ed Nijpels is corrupter, wordt het niet. Hij is klimaatpaus. Hij is ook erg, ik meen dat hij chantabel is, daar heb ik ook wat verhalen over gehoord. Nou, en Nijpels, aanbeveling, dan weet je, dit zit helemaal verkeerd. En Dylan Jusilgus, ongelooflijk blij met Dick natuurlijk ook. Hè? Ja, en dit wordt ook wel gezien als aanzetten tot seksuele handelingen. Ik denk dat ze gewoon het heel onhandig heeft opgeschreven. Maar even voor de... Zij was samen met Dick Schoof, meen ik, op bezoek bij Mallorcas in Washington.
Dat ging natuurlijk over extremisme en over het bestrijden van extremisme. Maar waarschijnlijk hebben ze daar weer even hun nieuwe draaiboeken opgehaald, hoe ze dingen moeten doen. Oud-NCTV-chef Schoof werd gewaarschuwd dat burgers online volgen via nepaccounts waarschijnlijk niet mocht. Nou, laat dat waarschijnlijk maar weg. Het mocht gewoon keihard niet, maar daar had Dick Schoof heeft dat daar scheid aan. Hij heeft dossiers aangelegd van tegenstanders, van activisten. Nou, hij heeft niet alleen zijn tegenstanders. We zitten nu dus in een kabinet met mogelijk een premier die op iedereen een dossier heeft. Nou, ik denk dat de Stasi, het ministerie van Staatssicherheid in de DDR, die zouden jaloers zijn op hetgeen Schoof voor elkaar heeft gekregen als Stasi-chef. Hè? Want Schoof is gewoon Stasi-chef. Hey, hoe heette die in de DDR? Milke? Ik ben dat die Milke heet. Nou, Schoof, Milke, dat zijn collega's van elkaar. Maar Schoof die was ook betrokken bij natuurlijk bij de regie rondom de pandemie. Daar was hij te nauw bij betrokken, de AIVD, dat hebben we uit blokstukken gezien. Maar ook bijvoorbeeld bij de schadebeperking rondom Vert is Grapperhaus. Die vond het nodig om zijn bruiloft te vieren en iedereen te knuffelen op zijn bruiloft. Terwijl hij het hele land zojuist opgesloten had en de meest absurde maatregelen had opgelegd waar iedereen 1,5 meter afstand moest houden. En daar was Schoof dus ook de regisseur bij. Ja, en ik ben benieuwd naar wat dat dan voor uitzondering grond is als je één teruggaat. Ja. Die 11.1, hè, dat stukje wat we niet mogen lezen van Dick Schoof. Maar daar komen we vast ooit nog wel achter. En MH17, dat heeft geprobeerd de conclusies van het onderzoeksrapport te beïnvloeden. Erg integer, deze man natuurlijk, dat je probeert onderzoeken politiek te beïnvloeden die politiek uitkomen. Ja, en daar stonden nog twee andere mensen op de foto, hè, die heel belangrijk zijn geweest. Albert, hoe heet die Albert? Opstelte en Tjibbe Joustra. Tjibbe Joustra, dat was de eerste NCTV-directeur. En zo hebben we Akerboom, Joustra, Schoof en nu Pieter-Jaap Albersberg. Die hebben zich ook nog kort geleden laten fotograferen. Zijn heel trots. Kijk, dit zijn alle directeurs van het departement wat jullie in de gaten houdt. Ja, maar dit zijn dus de mensen die hebben de machtsgreep vormgegeven en mogelijk gemaakt. Die hebben jarenlang de Nederlandse, voor zover er nog een democratische rechtsstaat bestond, hebben zij ondermijnd en gezorgd dat de macht bij een paar mensen kwam te liggen. En alle tegenkrachten binnen de instituties hebben zij onschadelijk gemaakt. Maar als je dan een poll houdt, dan zou uit deze poll blijken van, ja, Dick Schoof, nou, lijkt me echt best wel een goede premier. Hè? Weet je, dat was destijds dat Poetin president werd van Rusland. Ik weet nog, toen was de kranten stonden vol dat hij afkomstig was van de geheime dienst. Ja, want als het bij je vijand gebeurt, is het natuurlijk heel erg. Maar we hebben dat wel eens vaker gezien. Hè? Ik moet dan heel erg denken bijvoorbeeld aan Bush senior. CIA-man die na Reagan gewoon president werd. En daarvoor nog Ford. Ford zat in de commissie en verklaarde de magic bullet, hè, dat die aanslag op Kennedy, dat waarschijnlijk één kogel was geweest. En een tijdje later wordt hij na Watergate erin geschoven zonder verkozen te zijn, ook als president. Dus dit is wat je doet als de geheime dienst het overneemt, dan wil je dat ook bevestigd zien. Maar Dick Schoof lijkt me een hele goede premier, hoor. Echt prima. Een mooie staat van dienst, zoals we net hebben gezien. Dus het gaat vast allemaal goed komen. Oh ja, er was nog meer. Hij heeft ook een paar rapportjes vervalst. Dat zegt natuurlijk ook niks over integriteit, toch? Dat moet gewoon kunnen. En dat je dan de Haga Lyceum, hè, daar gaat het dan over. Die was zogenaamd extremistisch. In werkelijkheid, ik heb me daar heel erg ingedoken in dat dossier. Het blijkt dat het echt een goede school was. Heel goed gewaardeerd werd door de onderwijsinspectie. Ja. Onderwijsinspectie inderdaad, die had een rapport al klaar in concept, waarin bleek dat de sfeer was goed op school, het onderwijsprogramma was goed. Alleen ze weigerden om een bestuurder te benoemen die aan de leiband liep van de overheid. Ze zeggen nee, we hebben vrijheid van onderwijs in Nederland, gaan we niet doen. Nou,
Hadden ze natuurlijk niet moeten doen. Dus toen werd Schoof, de IVD werd ingeschakeld. Eventjes twee rapportjes schrijven dat er allemaal salafisten daar aan de gang waren. En dat, het een, dat ze extremistisch waren. De school, vervolgens hebben ze nog een bestuur omgekocht. Waarschijnlijk ook onder regie gebeurd van de IVD. En toen hebben ze de school om zeep geholpen. Dat is ook een van de... Met vastgestelde leugens in dit rapport, waar Dick Schoof dus op dat moment verantwoordelijk voor was. Dat wilden ze geheim houden, dat wilden ze wel inbrengen onder geheim houden, dat de rechter het alleen kon zien. De rechter ging daar niet in mee en daardoor weten we dat de IVD inderdaad valse rapporten maakt met pure leugens. Maar dit was niet de eerste keer. Een keer die mensen denk ik ook nog bijstaat, dat gaat over... De Russia Collusion komt ook bij de IVD vandaan. Ook, en zo zien dat... ook bedrog en leugens. Dus dit zijn zijn credentials. Dus hij is heel geschikt als minister-president. Want hij kan liegen, hij kan bedriegen en hij is achterbaks. Dus een fantastische kandidaat. Kunnen we tevreden mee zijn? Oh, we hebben nog meer. Ja, het Beagle-traject. Heel erg onbekend. Je vindt er ook nergens iets over internet. Grappig genoeg wist... GPT, hoe heet het, de AI, die wist er wel wat van. Het Beagle-traject, dat is namelijk een samenwerkingsverband tussen Europese landen. En dat gaat over een gezamenlijke aanpak van terrorisme en extremisme. Nou, we weten allemaal wat Dick Schoof onder extremisme verstaat. Dat is namelijk mensen die kritiek hebben op de overheid. Hè? En die kritiek hebben op de machtsgreep. Dat mag natuurlijk niet. En de machtsgreep uit onderzoeken en exposen. Ja, dan ben je natuurlijk extremistisch. Dus daar is een Europees netwerk voor aangelegd. En dat komt ook voor konto van deze... aanstaande minister-president, ook tot zijn credentials. Dus mensen, voel je maar veilig. We hebben een fantastische kandidaat hier en het gaat allemaal goed komen. Gaat rustig slapen, komt allemaal goed. Oh, en hij is natuurlijk ook vlaggen voor de SDGs, hè, de duurzame ontwikkelingsdoelen. Het zijn 5 jaar van kracht, zo schrijft het ministerie van Binnenlandse Zaken. Wanneer was dit? 2020. Ja. Oh ja, dit was in september. Precies. En er is nog 10 jaar te gaan. Maar wat bedoelt hij met 10 jaar te gaan, Wil? En we steunen de agenda 2030. Dus Wilders, Omtzigt en ook Van der Plas, die hebben dus nu een superpremier die de 2030-agenda er keihard doorheen gaat rammen. En daar hebben natuurlijk al die mensen voor gekozen. Hè? Die dachten van we willen verandering. We willen nu eindelijk een premier die echt die agenda 2030 gaat uitrollen. Nou, dat is gelukt. Gefeliciteerd hè? Met jullie nieuwe premier. Ahoud Plus, die kwam inderdaad met bericht 1998. Toen was hij Dick Schoof, plaatsvervangend secretaris-generaal, toen het Rolodex-onderzoek in de doofpot werd gestopt. Hè. Daar was ook destijds Fred Teven, die meen ik, die leidde het onderzoek. En dan kwamen 4 topambtenaren naar boven. Ja, toen moest dat onderzoek natuurlijk weg. Dus ook daar duikt Dick Schoof zijn naam op. Ja, je had ook nog een tweet gedaan. Ja, want nu zijn veel mensen... Ja, maar dit is toch een hele rare strategische move. Nou ja, wat we vooral zien is dat ze maar 1 versnelling hebben. Dat is de hoogste en recht vooruit. Een tweede is... de ontevreden burger die zich heeft laten verleiden... om op PVV, BBB of NSC te stemmen... die is nu uitgeschakeld. Want dit kan voor de PVV niet meer goed uitpakken. En ik denk dat Tricky Dick inderdaad wat... belastend materiaal op de PVV of zelfs over Wilders zelf heeft. Want op het moment dat de PVV daalt in de peiling, kunnen ze de stekker eruit trekken en alsnog Timmermans naar voren schuiven. En zolang de PVV enigszins hoog in de peiling blijft, in ieder geval de grootste, dan regeert Dick Schoof en niet Wilders. Ja, ik geloof dat dit is de laatste die we hebben, ja. Nou, kortom, Willem, de kiezer is op een ongekende manier belazerd. Ja, ik vind dat vervelend te zeggen. We hebben dat vooraf gewaarschuwd dat dit zou gaan gebeuren. Ja, ik ben heel benieuwd. Ik vind het heel spannend wat de komende tijd... Ja, het laat in ieder geval zien dat strategisch stemmen echt het domste is ongeveer wat je kan doen.
Tweede ja. is dat het laat zien dat Nederland heel veel ontevreden burgers hebben die niet snappen wat er eigenlijk aan de hand is en hoe dat spel gespeeld wordt. En een derde is dat ze linksom of rechtsom sowieso Agenda 2030 er doorheen gaan rammen. En met Schoof, als we nu de 23 waren, de verkiezingen, zijn we al bij 27, 28. Hè? Dan is agenda 2030. Dan komen we al dichtbij in de buurt van 2030. Dus ik weet niet of bij deze fout bij een volgende verkiezingen nog te herstellen is. Hè? Ik zag een prognose van Maurice de Hond en dat doet die meester best leuk. Hij ziet inderdaad, voorziet een val in de peiling van misschien wel 10 zetels van de PVV. Die zal ternauwernood de grootste blijven. En als er dan, dat is dan zijn prognose voor de middellange termijn, is dat bij nieuwe verkiezingen de VVD gewoon weer de grootste wordt. Gaaf land. Ja, ja. Nou, ik ben ik denk dat het tijd is om te vertrekken. Goed. Ja, uit documenten van de Tweede Kamer blijkt dat het kabinet vorig jaar maar liefst 51 keer geld uit de staatskas genomen heeft, zonder toestemming van het parlement. 40 miljard euro. En dat is veel meer dan eerst werd gedacht. We hebben het hier over ontvreemding, Wil. We hebben het hier over een verduistering op gigantische schaal. Waarom zijn deze mensen nog niet gearresteerd? Ik bedoel, ja. Gideon Vermeijeren staat voor de rechter, Van Houwelingen komt voor de rechter, jij komt voor de rechter, maar deze mensen die stelen 40 miljard euro en dat is een artikeltje, ach, weet je, zo'n even een voetnootje. Ja, want die 40 miljard die is dan uitgegeven aan volgens hun goede doelen, maar daar is dus geen toestemming voor gegeven. Maar heel veel van die 40 miljard, meer dan 5 miljard, is ook unaccounted voor. Hè? Dat is weg. Dat, nou ja, het is wel ergens aan uitgegeven, maar niet duidelijk waaraan. Nou, ik heb wel een vermoeden. Dat is allemaal, dat is die schaduwoverheid die gefinancierd moet worden. Mensen die omgekocht moeten worden. Maar we hebben hier te maken met een serieuze misdaadclan. Ik bedoel, dat kan je gewoon, objectief kan je dat vaststellen. Dit zijn zware misdadigers en die doen het niet op kleine schaal, op grote schaal. En dan, ja, dan word je, dan kun je gewoon doorgaan met wat je doet natuurlijk. Een feest. Hongarije en Roemenië blokkeren benoeming van Mark Rutte tot NAVO-chef. Willem, het zal toch niet gebeuren dat hij geen nieuwe baan krijgt zometeen? Want we moeten er niet aan denken dat hij straks weer voor de klas komt te staan. Nee, dat zou echt een ramp zijn voor de kinderen in Nederland. Dus ja, we moeten iets verzinnen waar we hem dan naartoe kunnen sturen. Hij is wel multifunctioneel inzetbaar. Dus ja, het liefste zie ik hem als schoonmaker op Spitsbergen of zo. Ja, moeten we nog wel even kijken of we daar niet de dierenbescherming op ons dak krijgen. Dat ze meteen dat die een gevaar is voor de ijsberen of zo. En dit is een artikel weer van Follow the Money, volgens mij. Van omkoping tot antisemitisme. Tientallen verkiesbare Europarlementariërs hebben iets op hun kerfstok. Nou, dit is, we hebben het al vaker over gehad. Follow the Money is. Is ook een, hoe zeg je dat? Een hele foute organisatie, ja. Ja, en extra fout, want zij pretenderen namelijk om dus juist zich af te zetten tegen de mainstream media die volgens hun niet meer hun werk deden als journalisten. En dan ben je een dubbel verrader, denk ik. Als je op deze manier je dan toch weer laat kopen. Want nu moeten natuurlijk een bepaalde Europarlementariërs moeten even in een slecht daglicht gesteld worden. Want de verkiezingen komen eraan. En wat doen we dan ook? Dan ga je als justitie ga je even kantoor invallen doen bij medewerker van FVD-Europarlementariërs. Zijn foto's erbij? Ja, precies. Zijn foto's. Hoe het wordt gebracht is dat je, oh, zijn ze bij Marcel zelf binnengevallen? En dan moet je even, wacht even, een medewerker van Marcel. Maar met die foto erbij en het verhaal over de palmares van Marcel, dan denk je van, maar over wie gaan er nou? Zijn ze bij Marcel binnen? Dus dit is heel duidelijk een bepaalde richting geven. Dit is absoluut laster en smaad en ik hoop dat hier ook aangifte op volgt. En Europarlementariër, ja, er was waarschijnlijk te weinig reactie op. En dan kwam het volgende bericht. Europarlementariër Marcel de Graaf was al de grootste loser. En nu zit de politie ook nog achter zijn vertrouweling aan. Ja, dit zijn natuurlijk NCTV-stukjes. Hè? Komt ook uit de AD, geloof ik, Willem? Ja, het is natuurlijk weer AD. Dat kennen we van de NCTV. Overigens, het is niet duidelijk en zelfs onwaarschijnlijk dat het gaat over
de werkzaamheden van deze medewerker ten tijde van de werkzaamheden bij Marcel de Graaf. Daarvoor werkte die voor AFD en daarvoor voor Front Nationaal. En het is veel waarschijnlijker dat het daarover gaat. Dus dit verhaal is er bij de haren bijgegrepen om FVD Europees gezien in kwaad daglicht te stellen. Uit angst dat de FVD in één keer een hoop stemmen zou krijgen. En dan, ik vraag me ook af, die timing nu van die lancering van Schoof. Waarom hebben ze daar niet 2 weken mee gewacht tot na de verkiezingen? Dat blijft voor mij een raadsel. Ik weet niet of jij daar een idee over hebt, maar ik vind die timing... Kennelijk zijn er andere agenda's die elkaar doorkruisen. Zou kunnen. Misschien komen we daar ooit nog achter waarom dat nu gebeurd is. Nieuw kabinet, ik kijk naar FVD voor meerderheid in de Eerste Kamer. Want ze hebben daar geen meerderheid, namelijk de PVV, VVD, NSC en VVD. Kijk, als ze daar iets mee kunnen bewerkstelligen, en dit is Dessing, dat is er zitten 2 zetels van de FVD in de Eerste Kamer. Maar in principe zou ik zeggen, nee, natuurlijk gaan we niet samenwerken. En hij merkt ook terecht op van, nou ja, Dick Schoof, dat is wel een groot probleem voor ons. Maar het laat ook zien de holle retoriek van de politiek. Ja, FVD is niet serieus te nemen, daar kan je niks mee. We moeten niet met extreem recht samen regeren. Oh, we hebben zetels nodig. Hey, FVD, zou je ons kunnen helpen? Ja, dit is toch een poppenkast. Ja, en Van der Plas zonder toezeggingen voor boeren huiswaarts uit Brussel. Maar ze heeft wel een goed gesprek gehad met de rechterhand van de groene eurocommissaris. Wat goed van Caroline, dat ze toch echt het best gedaan heeft voor de boeren. Ja, het is niet gelukt, het is een goed gesprek geweest. Maar ja, weet je, het is niks uitgekomen. Ja, maar ze heeft het geprobeerd, hè? Ja, precies. Dus goed gedaan, Caroline. De boeren zijn trots op je. En vanaf zaterdag flitsers langs de Amsterdamse 30 kilometer wegen. Want iedereen heeft tenslotte een half jaar kunnen wennen aan die 30 kilometer. Ik weet niet hoe het met jou zit, Willem. Maar ben jij intussen gewend aan die 30 kilometer? Of als je zeker, ik mijd Amsterdam als de pest. Ja. Nou, 30 kilometer kan je niet aan wennen. Dit is opnieuw terreur, overheidsterreur, staatsterreur. En het heeft maar één doel. Dat is zorgen dat je de auto laat staan of verkoopt. Want de auto hebben we niet meer nodig in de agenda 2030. En hey, de laatste verkiezingsbelofte die nog niet gebroken was, die wordt nu gebroken. Toch geen 130 kilometer in Nederland, want dat kan nergens in Nederland, weet je. Dus. Het is wel grappig, hè? Dus Wilders wilde zo graag dat hij zegt van oké, dan word ik geen premier. Oké, dan laat ik al mijn punten vallen. Oké, dan de cadeautjes, die doen we er dan ook af. Oké, een PvdA minister-president. Nee, nog niet goed genoeg. Dan doen we de chief van de spy operation. Die maken we dan baas van Nederland. Nou, dankjewel Wilders. Oh ja, een hele mooie motie van Meijer over het opzeggen van het vertrouwen in de minister van Medische Zorg. Waar gaat het over? Er is een motie geweest dat er niet ingestemd mocht worden met het internationale pandemieverdrag. Is toch gebeurd door de nieuwslezeres, de NOS-nieuwslezeres, hoe heet ze ook alweer? Pia Dijkstra. Pia Dijkstra. Nou, en dan zou je denken, nou, die Kamer die is natuurlijk totaal verontwaardigd dat ze de motie naast zich neergelegd heeft. Maar het tegendeel is waar. En dit laat één ding zien, Willem. Die moties die af en toe toch nog aangenomen worden, het zijn er heel weinig, die zijn alleen maar voor de bühne om te laten zien van, kijk, we zijn af en toe echt wel kritisch, wetende dat de minister ze gewoon naast zich neerlegt. En het is alleen maar een goede sier te maken. Want als je dan zegt van, hey, we gaan het vertrouwen in die minister opzetten, ja, dan zijn ze allemaal niet thuis. Hè? Nou, alleen ja, want nog eventjes ter herinnering. Zij heeft dus tegen de motie van Mona Keijzer, die met grote meerderheid werd aangenomen, niet pas op de plaats gemaakt en heeft toch akkoord gegeven voor het pandemieverdrag. Daar komen we dadelijk nog over te spreken, want door andere tegenwerking is het er toch niet zo gekomen. Maar het lag niet aan Dijkstra zelf. Zij moest toen tekst en uitleg geven, viel daar nog verder door de mand. Dan is logisch dat als de minister, die al demissionair is, niet de eer aan zichzelf houdt, dat je dan als Kamer gevolgen stelt aan het ongehoorzaam zijn van de minister. Maar nee, dat zou Agenda 2030 schaden. Precies.
En Pia Dijkstra, die komt met nog meer nieuws, want ze tweeten, ik weet niet, dat zal zij niet zelf doen. Zij weet, ze weet waarschijnlijk niet eens hoe Twitter werkt. Maar, zegt ze, er is inmiddels een goedgekeurd vogelgriepvaccin voor mensen. Ja, op dit moment is dat nu natuurlijk niet nodig, maar ze vinden het heel belangrijk om voorbereid te zijn. Dus daarom hebben we maar vast een beperkte voorraad aangelegd in Nederland en ook in het Europees verband aangekocht. Ja, dit doet mij denken, ik heb een soort... Een soort flashback, hoe zeg je dat? Met die European Vaccine Alliance, die met Duitsland, Italië en Frankrijk, ging Nederland alvast vaccins kopen en dat werd dan Europees weer overgenomen. Ja, maar het laat zien, men blijft het proberen en men gaat het ook weer met vogelgriep proberen. Ja. En Kajsa Ollongren die tweet dat Nederland organiseert volgend jaar de NAVO-top in Den Haag op een cruciaal moment in onze geschiedenis. Nou, daar is wel gelijk in, hè? Dus daar is niks van gelogen. Het is een cruciaal moment, namelijk op het moment dat we langzaam naar een totale oorlog gaan en de machtsgreep wereldwijd voortgezet wordt. Maar zij zegt, meer dan ooit moeten we schouder aan schouder staan, samenwerken in solidariteit met onze NATO-bondgenoten, vormt de basis voor onze veiligheid. Ja, nou, daar gaat Nederland natuurlijk ook weer heel veel geld op stuk slaan. Het is volgens mij in Noordwijk, hè? Het is niet in Den Haag. Ja. Ja, en Maxima, ik heb altijd nog moeite met de term koningin. Maar goed, Maxima verlengt contract bij de VN. En ze is al 15 jaar betrokken bij de VN. En is op werkbezoek op de Filipijnen om financiële inclusie en gezondheid te bevorderen. Maxima die heeft ongelooflijk onder een golf van kritiek heeft ze gekregen, omdat zij de CBDC ondersteunt. Allemaal politieke uitspraken doet, zich bemoeit met zaken die er helemaal niks aangaan. Maar je ziet, Willem, dit is een dikke middelvinger. Dit zijn mensen die staan totaal los van het volk. Het voetvolk is dat voor hun. En het interesseert ze helemaal niet wat jij van haar vindt. He, ze doen waar ze zin in hebben en dat laat ze hier ook weer zien. Ze hebben scheid aan de bevolking. Wie zijn jullie om iets over mij te vinden? En dan een bericht in het Financieel Dagblad is dit volgens mij. Fiscale onzekerheid leidt tot een golf van bedrijfsverkopen. En 80%, bijna 80% van de familiebedrijven in Nederland is de afgelopen 6 jaar overgedragen of zit in dat proces. En dit was ook een van de bedoelingen, want fiscale onzekerheid, dat bestaat alleen door beleid. Hè? Dit is puur beleidmatig. Ja, als je dat vervelend zou vinden, had je dat natuurlijk kunnen veranderen. Maar de economie moet kapot en daarmee ramt men gewoon door. Omzet, industrie, 5,5% gedaald in het eerste kwartaal. Nou, we hebben er al een paar keer aandacht aan besteed. Ja, dit is dan een klein berichtje, maar dit zou echt voorpagina nieuws moeten zijn. We zitten in een fase van deindustrialisering. We gaan terug naar voor 1900, zeg maar. Maar dat schijnt niemand wat te interesseren. Niemand die zich bedenkt, hoe gaan wij in de toekomst nog ons geld verdienen? Maakt allemaal niet uit, want in de toekomst hebben we allemaal een mooi basisinkomen. En dan krijgen we onze voedsel, supplies, iedere maand. Dus niks om je zorgen over te maken. En rokers, die moeten meer gaan betalen voor zorgverzekeringen. En dat vindt de meerderheid van maar liefst 53% van de Nederlanders. Ja, en dit is natuurlijk een opmaat naar het social credit system. Dat zijn minpunten als jij... Precies, dus je gedrag bepaalt hoe duur iets is. Nou, dan zijn we er bijna, hoor. Ja. En niets is wat het lijkt. Het is een reactie. We hebben heel veel reacties gekregen. Bedankt iedereen. Want wij vroegen van hoe zit het nou met die wolven? Want ons is een fabeltje op de mouw gespeld. Dat wolven zouden aan zijn komen lopen uit Polen. En we hebben vorige week al de vraag gesteld. Ik geloof er geen snars van. Die wolven worden ergens gefokt. En dat blijkt dus inderdaad zo te zijn. Maar Willem, hoe absurd is dit? Dat men wolven fokt en loslaat zonder dat daar een debat over is geweest. Zonder dat daar überhaupt een discussie over is gevoerd. Men laat gewoon, dit zijn extremisten, dit zijn terroristische aanslagen. Ja, en dit is denk ik waar een deel van dat Black Ops money naartoe is gegaan.
Bijvoorbeeld een van de vele dingen. En de truc erachter is, de boeren moeten kapot. Want op het moment dat er een wolf loopt, ja, dan is dat natuurlijk in één keer natuur. Hè? En dan, ja, we zien nu ook dat de compensatieregeling is ingetrokken en dat je zelfs niet met een paintballgun op de wolven mag schieten. Dus alle middelen worden de boeren ontnomen. Je moet gewoon toezien met ledenogen hoe die wolven jouw veebedrijf aan stukken scheuren. Maar let op, dit is niet alleen in Nederland, dit is in heel Europa. Dat doen ze overal. En de regen zet akkersplank en boerenpalen en waterschappen, die werken zich suf. En dat is niet gelogen, Willem, want die waterschappen werken zich suf, namelijk met het zo hoog mogelijk houden van de waterstand, zodat de boeren kopje ondergaan. En we weten, de waterschappen worden geregisseerd door de NCTV. Ja, de boeren moeten kapot, zo om of zo om. En daarbij heb je als mooi bijverschijnsel dat mensen zeggen, oh, zie je wel, het klimaat, het is verschrikkelijk. We moeten maatregelen nemen om te voorkomen dat we verzuipen. Ja, dus in de 13e en 14e eeuw volgens mij lukte het Nederlanders om polders droog te leggen, maar die kennis is verloren gegaan. En minister Adema, die wil dat de intensieve veehouderij verdwijnt. Hij ligt er wakker van. En hij zegt, we moeten dat doen, die intensieve veehouderij afschaffen, om de toekomst van de veehouderij veilig te stellen. Nou, Willem, misschien kan jij even uitleggen. Ja, dit is dus een beetje van, ja, we moeten je opsluiten voor je eigen veiligheid. En je vrijheid natuurlijk te beschermen. Precies, anders kunnen we je vrijheid niet garanderen. Maar in die kooi kunnen we het wel. In ieder geval gaat het erover dat we het heel fijn vinden dat veel mensen zich abonneren op de nieuwsbrief. Op die manier blijf je op de hoogte en blijven we ook in connectie. We krijgen steeds meer kijkersvragen en dat werkt zo'n nieuwsbrief ook in de hand, hè? Dat je meer voeling krijgt met het Weekjournaal. Dat vinden wij heel fijn. We hebben in dit stukje klimaat ook weer de kijkersvraag. Iets wat we van plan zijn meer te gaan doen. Maar we beginnen eerst weer eventjes met een paar grappen. Kijk, weer gekjes voorspellen zomer des doods. Helse temperaturen. Dat hebben we vorige week ook gezien. Maar we hebben ze even naast elkaar gezet. Want hier zie je weer zo'n protocolletje. Gaan we naar de volgende. Hey, ook in het Engels. Hell of a summer, als met het woordje hell en de hitterecords. Volgende. Ja, zomer in 2003 was in het noorden de warmste tijd 2000 jaar. En dat is, het is inderdaad een nieuw artikel van vorig jaar. Maar ik weet niet, Willem, ik was vorig jaar in Noord-Duitsland. Ja. Maar was die zomer vorig jaar überhaupt? Die zijn ze vergeten, maar dat maakt dus niet meer uit. Want je gaat gewoon, volgens het protocol, al die landen, blijf je gewoon roeptoeteren en zeggen, ja, vorig jaar hebben we toch zo'n bizarre zomer gehad. Nou, toen is echt bijna alle natuur uitgestorven. Nu moeten we maatregelen nemen. En ik denk dat na de Europese verkiezingen we dergelijke dingen kunnen gaan verwachten. Ja, maar het laat ook nog iets anders zien. Mensen zijn zo kort van geheugen. Je kan alles roepen. Ja, vorig jaar, hè, wat er vorig jaar gebeurd is, mensen hebben geen idee meer. Want nogmaals, vorig jaar was er geen hete zomer. Sterker, het was echt een verschrikkelijke zomer. Meer vleesvervangers verkocht. Lidl haalt vegavlees weer uit het vleesschap, ondanks geslaagde proef. Nou, ze hebben nog nooit zoveel vleesvervangers verkocht. Dus we halen het uit de schappen, want het was een groot succes. Denk je dat het een succes was, Willem? Nou, het experiment is geslaagd. Het is onverkoopbare waar. Waarschijnlijk hebben ze de medewerkers verplicht het te kopen. En toen kregen ze last van ziekteverzuim. Ik denk dat het ongeveer zo is gegaan. Dit populaire strandje op Flaké wordt na jaren van stikstofproblemen opgeknapt met elektrische graafmachines. Ja. Nou, super dat het stikstofprobleem daarmee is verschoven naar een paar kilometer verderop. Want hoe komen die machines daar? Zou dat gebeuren met dieseltrucks? En hoe worden deze machines opgeladen? Zou dat gebeuren met dieselgeneratoren? Het zou zomaar kunnen. En vakantiegangers opgelet. Zo leeg moet accu, hybride of elektrische auto zijn voor toegang tot Griekse ferry. Dus als je dan een ferry wil nemen, je bent op vakantie. Het is al een hele klus hoor, met een elektrische auto. Op vakantie te gaan. Maar je moet echt plannen van tevoren.
Ook dit hebben wij voorspeld, hè? Omdat er zoveel ongelukken mee waren. Van, let op mensen, er gaan regels komen, want die elektrische auto's die mogen niet op boten of in tunnels. En inderdaad. 40 miljoen liter dieselverbruik voor onderhouds windmolenpark op Thornton Bank. Ja, 40 miljoen liter diesel, dat is vast heel goed voor het milieu en voor de CO2. Kijk, als je erin gelooft, hoor, mij maakt het niet uit, mag best 40 miljoen liter verstoken. Alleen, dan is de vraag, wat dient dat windmolenpark? Hoeveel toegevoegde waarde heeft dat dan nog? Ja, ik ga het nog een keer herhalen. Hè. De windmolens zijn de mondkapjes van de klimaathoax. Ja, en ik wijs er ook even op dat in het regeerakkoord zegt men, men gaat gewoon door met windmolens bouwen op zee. De tijd van geld terug is voorbij, maar zonnepanelen zijn nog steeds rendabel. Nou, dat is ook weer zo'n tegenstelling in één zin, Willem. Hè, dus je hebt de salderingsregeling die verdwijnt, maar het, is nog, het loont zich nog steeds. En dan kwamen we bij het volgende bericht. Essent verlaagt stroomprijs met 35%. Klanten zonder zonnepanelen zijn beter af. Dan denk je, die zijn niet met elkaar te verenigen. Maar ik denk dat ze wel met elkaar te verenigen zijn. Waarom? Het is een Babylonische spraakverwarring. Want waarom ben je toch beter af? Want daar hebben we het over brede welvaart. Want het voelt namelijk heel goed om zonnepanelen op het dak te hebben. Want je draagt namelijk bij aan het klimaat. Dus daarom is het desondanks een positieve investering en een positieve rendement. Ondanks dat het meer geld kost. Precies. Jij wilde iets vertellen over Scudwalker. Ja, en dit is dan de volgende. Want we zien veel vragen over geoengineering, chemtrails. En zijn het nou chemtrails of contrails? En als het dan chemtrails zijn, wordt het gebruikt om de mens te vergiftigen of wordt het gebruikt voor cloud seeding? Nou, dit is wat ChatGPT erover zegt. Meerdere mensen hebben die rare flarderwolken onder een groter wolkendek opgemerkt. En cloud seeding kan inderdaad dit soort wolkjes als gevolg hebben. Dus merk je dit ook? Hè, dus we hebben het nu niet specifiek over de strepen, maar over gefragmenteerde wolkjes onder het wolkendek. Dat zou dus een duiding kunnen zijn of een indicatie kunnen zijn dat er inderdaad cloud seeding aan de gang is. De kijkersvraag van deze week. En dan gaan we weer verder met propaganda en censuur. De Europese Unie kondigt hybrid response teams aan om desinformatie tegen te gaan. Nou, goed nieuws, we worden beschermd. Hè. Het is wel nodig om veilig te kunnen blijven. Ik had vorige week een filmavond bij de studio, de filmstudio van Black Box. En daar hebben we Minority Report gekeken. En dat gaat over pre-crimes. Hè? Dus dat ze mensen oppakken en veroordelen voordat ze de misdaad hebben gepleegd. En als we dan naar de volgende gaan, wat bedoelen ze hier dan mee met de Europese Unie? Oh, wacht eens eventjes. Hè, dit wordt steeds normaler in de strijd tegen dis- en malinformation en hate speech. Let op, al die wetten om het naar het criminele te trekken. Want mensen moeten ook veroordeeld kunnen worden. En hier gaat het over. Mensen vallen over Van der Leyen, maar zij is echt multi-inzetbaar. Als mensen nog bezig waren met haar vaccinschandaal, ze heeft er alweer 3 nieuwe gecreëerd. En één daarvan was het soort van, ja, en dit is denk ik met een dikke knipoog of een dikke middelvinger, al naar gelang je het leest. We moeten de bevolking vaccineren tegen desinformatie. We moeten van debunking naar pre-bunking gaan. En pre-bunking, pre-crime, we komen inderdaad in dat dystopische idee van Minority Report. En wat zijn extreemrechtse memes? En dat is een meme, is een idee of een uiting of mening gevat in tekst of visueel materiaal. En dat gaat verder. En vaak zijn memes grappig en onschuldig, maar ze dienen ook als instrument om extreemrechtse boodschap op een laagdrempelige manier te verspreiden, zodat deze niet altijd als zodanig wordt herkend. En daar kan vooral jongeren zijn aan mee te bereiken. Wij hebben, even voor de duidelijkheid, dat plaatje daarnaast hebben wij geplaatst. Dat hoort niet bij dit artikel. Waarom? Ja, waarom hebben we die geplaatst? Dus eerst, en dat is volgens mij 2015, hebben we in het Westen een enorme
ruzie gemaakt met, met de moslims, want zij snapten onze cultuur niet. Wij doen namelijk aan vrijheid van meningsuiting. En niks is in die zin zo heilig dat je er niet de spot mee mag drijven. Ook niet Mohammed. Wat dit als effect had, is dat bevolkingsgroepen tegen elkaar op werden gezet. Lekker polariseren, escaleren, nog wat olie op het vuur. Maar nu, want die extreemrechtse memes, maar wacht eens eventjes, de mensen die Allah of Mohammed voor gek zetten, dat zou dan toch het xenofobe en extreemrechtse zijn. Nee. Extreemrechts is geherdefinieerd. Mensen die kritisch zijn op de overheid zijn extreemrechts. Dus de overheid, ja, je mag wel grapjes maken over elkaar, maar niet over ons. Wij zijn de macht. En mensen zouden wel eens ons minder serieus kunnen nemen als je een grapje over ons maakt. Dit doet me heel erg denken aan totalitaire regimes. En een tweet van Thierry Baudet die schrijft: bijzonder, ik zit in de uitzending van Ongehoord Nederland TV en lever kritiek op de publieke omroep en politiek gemotiveerde rechtspraak. En plots bericht uit Hilversum dat ingelast NOS-journaal is en de uitzending moet onderbreken. Very weird. Ja. Very weird indeed. En een tweet van Piet Hermers. En hij zegt: in een vroege tijd werden lieden als engel, als kraaienvoer buiten de stadpoort opgehangen. Dan is nu toch wat beter. Lui als Van Meijeren en zo hingen er dan vrolijk naast te bungelen in de wind. Men rekende links en rechts mee af. Net zoals ooit met Savonarola Jan van Leiden. En hij zegt ook nog een keer op Super Jan. Zeg Jan en man, wordt het niet tijd om je ook te vervoegen naar Paraguay? Dan kun je met je mattie Wimpie Engel des doods gaan spelen. Ja, in sommige tijden zou dit als opruiming beschouwd worden. Maar waarschijnlijk in deze tijd niet, want dat komt van die kant. Ja, precies. En dan gaan we naar de volgende. Piet. Piet is, die staat in het krantje van de NCTV. Dus hij moet eigenlijk het andere geluid van de boeren vertolken. Maar hier zie je zijn rol. Hè. We hebben ook zo'n Piet Lekkerkerk, What's in the Name. Maar dit zijn supertrollen. Dus die gaan het internet om puur te provoceren en kijken of ze een reactie kunnen ontlokken over een beladen proces, in dit geval tegen Gideon van Meijeren. En daarmee wordt het uitgelokt. En we komen dadelijk bij het juridische gedeelte nog over te spreken, maar precies dit soort accounts die onder mijn uiting of Gideon van Meijeren zijn uitingen iets zeggen van, hey, ben je weer lekker aan het opruien? Dat werd daadwerkelijk niet alleen door het OM, maar door de rechter zelf aangehaald in zijn zaak. Dat is de functie van dit soort dikke boomachtige figuren. En dit gaat over Nova Academia, een groot artikel. Waar stond dat artikel in, Willem? Dit is De Tijd en dat deden ze. Dat is een Belgische krant en dat deden ze samen met Follow the Money. Maar waarom ik dit mailtje erbij heb gezet: Follow the Money heeft smaten lasten gepleegd. Nou, doen ze dat vaker, hè? Ik heb ook al eerder aangifte gedaan nadat onze bankrekening werd afgepakt en zij suggereerden dat wij het geld wat over was naar het buitenland zouden versturen. Je hebt ze ook nog daarover gesproken. Het was een smadelijk artikel en nu doen ze het weer. Maar ze gaan een stuk verder. Er zijn allerlei onwaarheden. Ze noemen dat ik veroordeeld ben voor laster en smaad in België. En de Belgische krant neemt het over. Ik heb ze een mailtje gestuurd van, nou ja, hier staat het vonnis. Het is andersom. Van Ranst is erg goed weggekomen dat hij niet is veroordeeld voor smaad en laster. Maar de wereld op zijn kop. Zij roken onraad en hebben mij uit dat stukje verwijderd. Maar ja, dat is natuurlijk niet genoeg. Het smaad en laster is gepleegd. Maar ik zie ook geen excuses erin. Hè? Het is precies. Alleen maar, oké, we hebben het eruit gehaald. Ja. Niet excuses, vergissing, we hebben een beter onderzoek moeten doen. Nee, en het laat zien, dit zijn geen onschuldige foutjes. We hebben hier te maken met, mag je dat zeggen, schorum of tuig? Ik weet niet, wat is een betere definitie voor dit soort dingen? Schorrimorrie in ieder geval. Oh, schorrimorrie, oké. Okay. De oude hoed. Waar gaat dit over, Wil? Eindelijk zijn die appjes of sms'jes boven water. Rutte dacht dat hij ze niet meer had.
Hij is een beetje vergeetachtig, maar Grapperhaus had ze nog wel. Dus dit is een berichtje van Grapperhaus naar Rutte toe. En het gaat over, en de datum is hier van belang, 19 november 2021. Wat was er toen in Rotterdam, Jeroen? Ja, dat waren de rellen, de koopgootrellen in Rotterdam. En je ziet ook naar de tijd, hè, dat is 20:23. Toen waren de rellen in volle gang. En wat zei Mark toen, Willem? Nou, Vert zei wat tegen Mark. Rotterdam gesproken met Abu Talib en de politie. Over half uur gaan ze schoonvegen. Hartelijke groet, Vert. Waarom maar over een half uur? Ja, maar ook helemaal geen paniek of wat dan ook. Ons plannetje rolt perfect uit. We are on the timeline. Nou, het was een experiment. Hè? Er zijn meerdere van dat soort experimenten. Hoe makkelijk kun je rellen uitlokken? Ongeregeldheden op straat uitlokken. En ook dit was, het is totaal een, hoe zeg je dat? Het is niet in scène gezet, het is uitgelokt. Hè? Via sociale media, via allemaal platforms. En agent-provocateurs, ik heb best wel wat mensen gesproken die daarbij waren. En gewoon naar vuurwerkprotest gingen en opeens gemaskerde mensen zagen rellen. En die waren niet van de demonstratie. Ook hier grappig, van Rutte naar Grapperhaus. De burgemeesters van de G4, de vier grote steden, dringen hem er bij het kabinet op aan om uitstel van de verruiming buitenruimte te heroverwegen. We hopen dat je morgen de bijeenkomst van het Veiligheidsberaad kunt bijwonen. Namens Femke, Sharon, Ahmed en Jan van Zaan. Dat is opmerkelijk, hè, dat die vier grote burgemeesters een status aparte hadden en als een soort onderministers optraden. Maar wat dit vooral laat zien, is dat er dus intensief overleg was met die burgemeesters over alle demonstraties. Dat verschuilen achter, dus de beslissing van de burgemeester, totale onzin, dat werd geregisseerd vanuit de ministers. Ja, deze vond ik ook interessant, want als je de WOP-stukken goed herconstrueert of retroactief de verhaallijn weer maakt, dan zie je dat de eerste lockdown is gelukt om iedereen bang te maken. Maar rond mei en juni komen mensen weer bij hun positieve. Dan is het de zomer redelijk rustig. Iedereen denkt, het is klaar. En hier in september, toen gingen de duimschroeven aan. De weg naar andere bestuurlijke aansturing is ingezet. En dat zegt Vert dan tegen Rutte. Nou, kom maar bij Victoria Nuland. Oekraïne heeft biologische research facilities. Dit is een bericht van 9 maart 2022. Willem. Ja, en dat wat op hun ambassadewebsite in Oekraïne stond, hebben ze er toen heel snel afgehaald. Maar om nog maar eventjes in herinnering te brengen. Ja, er waren iets van 20 labs van de VS, of die in ieder geval door de VS werden gerund of gesuperviseerd en gefinancierd in Oekraïne. Dat heeft Nuland bevestigd. Ik heb zelfs nog een van die onderzoekers gesproken, maar die wilde helaas niet op camera. En ik kan me herinneren, dit is geen complottheorie. Hier werden allerlei biowapens gefabriceerd. Ja, maar ik kan herinneren toen wij dat bericht voor het eerst brachten, dat aan alle kanten geroepen werd dat fake news zou zijn. Hè? Of desinformatie. Wat dan ook. Hier herwinnen wij onze vrijheid. Hè? Denken we aan informachtvrij. Ja, precies. Dit is uit België. En ik weet niet meer, ik had het ergens. Een filmpje wat we weer plaatsten over de Nederlandse versie van als iedereen geprikt is, krijg jij jouw vrijheid terug. Norwegen internationaal. Pro-democratische activisten veroordeeld in Hongkong. Ja, toen ik het las, dacht ik van nee, ze bedoelen Nederland. Maar nee, het gaat echt over Hongkong. Het is grappig als je dit artikel leest. De parallellen kunnen de schrijver volgens mij niet ontgaan zijn. Nee, het is precies hetzelfde in Nederland, waar je als jij pro-rechtsstaat demonstreert of pro-vrijheid, dan word je opgepakt en veroordeeld. Dus zoek de 10 verschillen tussen Hongkong en Nederland. Ook die staatsondermijning, politici, journalisten en activisten. Het is precies wat we in Nederland meemaken. Het is 1-op-1. Welkom in het vrije Nederland.
Ja, het huis keurt een wetsvoorstel goed dat de Federale Reserve verbiedt een digitale munteenheid van de centrale bank in te voeren. En dat is een van de grootste bedreigingen, die CBDC, voor onze vrijheid. Omdat de overheid niet elke dollar die u uitgeeft kan volgen en zelfs uw geld kan uitzetten. Ja, dit is goed nieuws. Er is dus daar in de VS is dus een hoop pushback tegen die CBDC. Dus dat ziet er beter uit dan in Europa, zoals we zo meteen zullen zien. Maar, Willem, wat is dit? Ja, dit is dan weer zorgwekkend dat op kleinere schaal ziekenhuizen dus nog steeds willen dat jij een COVID-19-injectie krijgt met alles wat er tegenwoordig bekend is, hè? 16 mei. Anders kom je niet in aanmerking voor een transplantatie. Dus ze zijn nog steeds de zwakkeren aan het uitroeien. Ja, dat zou ik zeggen. Het zit ook een logica in, want dan kan je namelijk het aantal transplantaties flink beperken. En een medewerker die trekt het een ziekenhuis voor de rechter, omdat zij is ontslagen, omdat zij over de bijwerkingen gemeld heeft bij het VAERS, ofwel het Amerikaanse LAREP. Ja. Ja, maar wat het vooral laat zien is dat er dus een hele grote druk werd uitgeoefend op medici om niet te registreren. Dit is een van de vragen die we het EMA de komende week ook gaan stellen. Van hoe kan die verhouding zo anders zijn dan bij normale meldingen voor bijwerkingen van geneesmiddelen? En normaal komt 80% van medici en nu kwam maar 40% van medici. Niet alleen bij VAERS, ook bij de EMA. En daar is iets heel raars aan de hand. Het is nog nooit voorgekomen dat het merendeel leken zijn die de meldingen maken. Dan is er dus een heel groot gedeelte meldingen niet gedaan. En desondanks kwamen er honderdduizenden en nog eens honderdduizenden meldingen. Ja, onthuld. Zelensky die heeft het verbod van de orthodoxe kerk daar uitgesteld om zeker te blijven van de hulp uit de VS. Ja, weet je, dat is natuurlijk een goede reden. Het gaat natuurlijk niet om even voor de duidelijkheid. Oekraïne, dat is het land waar wij straks dienstplichtigen naartoe gaan sturen om onze democratie en de democratische waarden van Europa te verdedigen. Maar daar wordt dus de kerk, eigenlijk zal die verboden worden, maar op dit moment nog even uitstel. Want anders komt er geen geld meer. En België, die stemt in met de levering van F-16's aan Oekraïne. Ook een maar land, ze mogen niet boven Russisch grondgebied. In ieder geval degene die uit België komen. Dan gaan we naar de volgende. En dan zie je dat de kleinere NAVO-landen die worden gewoon erin getrokken. Want Frankrijk, Polen en de Baltische Staten, die hebben al troepen daarin. En dat wordt dan huurlingen genoemd. Maar feit is dat er al jaren NAVO-troepen in Oekraïne meevechten. En Macron en Scholz, Oekraïne mag doelen in Rusland aanvallen. Weet je wat? Laten we nog eventjes wat olie op het vuur gooien. Kijken of we uiteindelijk toch daar komen waar we willen. Namelijk een totale oorlog. Men blijft maar pushen aan alle kanten, zoals je uit al deze berichten ziet. En Europees staalaanbod vergroot, import van Russische metalen stijgt. Dat is heel opvallend, want de oorlogsindustrie die komt op volle gang. En tegelijkertijd importeer je dus tegen een land waar je sancties hebt en waar tegen je die oorlog wil gaan voeren, importeer je dus metalen. Dus daar ga je dan oorlogsmateriaal mee maken met metalen die je haalt uit het land wat je gaat aanvallen. Willem, misschien begrijp jij dat nog. Maar ik ben ja, het laat in ieder geval zien dat we keihard worden beetgenomen. En Britse premier Sunak die kondigt nieuwe parlementsverkiezingen aan. En op 4 juli vinden die plaats. En Willem, jij had gehoord dat er een verklaring voor is voor deze plotselinge aankondiging. Ja, het verhaal doet dat Sunak geen premier in oorlogstijd wil zijn. Dus dat het daar verder gaat escaleren. En nu zitten we met een hele rare situatie. Dus er komen flitsverkiezingen. De conservatieven staan er niet goed voor. Er is geen directe aanleiding waarom er dan nieuwe verkiezingen zouden moeten zijn. Ja, anders dan dat er Sunak is nooit verkozen. Dus ergens is het goed. Maar ook de Labour staat er niet te trappelen om het stokje over te nemen. Dus dit is een soort hete steen die ze aan elkaar aan het overgeven. Nee, doe jij het maar. Nee, doe jij het maar. Nee, doe jij het maar. En ja, wat is dit, Willem?
Een tweet van Dr. Claire Craig. Ja, we zien dat in Nederland ook. Zogenaamd kunnen die herleidbare gegevens niet worden vrijgegeven. Maar hier gaan ze nog een stapje verder. Zeggen ze ja, het zou de geestelijke gezondheid en welzijn van de nabestaanden zou het kunnen aantasten als we eerlijk zouden zijn over de doodsoorzaak. Met andere woorden, we willen niet dat bekend wordt dat ze eigenlijk vermoord zijn, want dat geeft zo'n emotionele schade aan de mensen, aan de nabestaanden van die mensen. Dat is wat hier staat, even vertaald. En de conservatieven het Verenigd Koninkrijk, die willen een verplichte dienstplicht terug invoeren. Nou, dat is een tendens die zien we in heel veel landen gebeuren. Ja, het lijkt erop, men wil gewoon oorlog. Het is gewoon weer tijd ook voor een oorlog. Het is al 80 jaar geleden en het is tijd om weer even opnieuw te kunnen beginnen. Dus alles moet plat. En wat is vogelgriep en wat doen we eraan? En er zijn twee verschillende varianten ontdekt in Victoria. En dan hebben we het over Australië. Ja, ook dat moet weer doorgaan, hè? Vogelgriep. Absoluut, want dit is Australië, maar we zien het over de hele wereld. Dit zou wel eens de volgende kunnen zijn. En boeren die moeten minimaal 4,2 miljoen kippen vernietigen nadat vogelgriep Iowa een eierenboerderij in Iowa treft. Ja, de vernietiging van de voedselketen gaat keihard door. Hè. Met alle middelen is het niet met een virus, dan is het wel met stikstof of met wolven. Maakt niet uit. De voedselproductie moet kapot. En de antimalaria-druk, dat is uit 2013 een onderzoek. Chloroquine is zeer effectief om vogelgriep te behandelen. En dat blijkt uit een onderzoek bij dieren. Nou, goed nieuws, Willem, want er is in ieder geval een effectief middel tegen vogelgriep. Ja, dus er is ook helemaal geen gevaar. Hè? Mensen worden dan wel eens paniekerig of het nou uit een lab komt of dat het een zoonose is. Mensen, er is niks aan de hand. Wat er vooral is, is een pandemie van leugenaars. En Hongarije ziet rol binnen NAVO en wil niet deelnemen aan anti-Moskou acties. Ja, hij ziet erbij hangen. Orbán heeft goede banden met Moskou. Hij heeft overigens ook in Moskou gestudeerd. Dat weten veel mensen niet. Maar ja, dat oorlogshitsen, dat ziet hij in ieder geval niet zitten. Nee, en ik denk dat Fito van Slowakije dat ook niet ziet zitten. En ja, dan heb je dadelijk alle grenslanden van Europa met Rusland of Oekraïne die geen oorlog willen. Ja, dat is natuurlijk niet de bedoeling. En Hongarije blokkeert militaire steun aan Oekraïne. EU-ministers zijn bezorgd. Ja, dat is ook wel grappig, hè? Dus op het moment dat de democratie werkt, maar niet in hun favor, ja, dan zijn ze bezorgd en dan moet Orbán genegeerd worden, et cetera, et cetera. En Israël, die honoreert Albert Bourla, hè, die voor al zijn bijdrage die hij geleverd heeft aan de gezondheid en de ondersteuning van Israël. Hè, dit is een beetje mengelen die een prijs krijgt in Israël voor wat hij voor het Israëlische volk heeft gedaan. Nou, het is vergelijkbaar met wat we over de hele wereld zien. In Nederland kreeg Van Rans 3 eredoctoraten, Van Dissel, Koopmans, et cetera. Het is een beetje het gras voor de voeten wegmaaien. Hè, voordat ze in opspraak komen, moeten we ze juist prijzen om dat tegen te gaan. Maar ze snappen niet, ze maken het straks heel makkelijk om mensen te nomineren die ooit voor een tribunaal moeten verschijnen. Je hoeft alleen maar te kijken wie heeft de meeste bescheidingen en prijzen. Ontvangen. En het parlement van Israël die vraagt Catalonië en Baskenland te erkennen als een onafhankelijke staat. Nou, dat is een reactie op het standpunt van Spanje. Willem, vertel. Ja, Israël wil niet dat andere landen Palestina erkennen als staat. Dat is natuurlijk een hele rare stelling, maar ik vind dit wel van humor getuigen als ik eerlijk ben.
Wat is dit? Dit gaat over de Ja, de UNRWA. Knesset is zeg maar het parlement uit Israël. En die willen nu dus dat een onderdeel van de Verenigde Naties als terreurgroep wordt bestempeld. En ook hier zie ik wel weer de humor. Alleen ik zou niet dat ene onderdeel als terreurgroep willen bestempelen, maar gewoon de hele Verenigde Naties. Dat lijkt me een veel beter idee. En breaking news, de Mossad, de geheime dienst van Israël, die heeft de Iranese president, de helikopter met hem erin, neergeschoten. Ja, geen verrassing volgens mij. Nee, dat is geen verrassing, maar officieel wordt het ontkend. Dus nu gaan we van de overt naar de covert acties. En er zal binnenkort wel weer iemand in Israël worden geliquideerd vanuit de Iraanse geheime dienst. En Israël die bombardeert Rafah na uitspraak hoogste VN-hof. Ja, en ook dit, wat Israël doet, is echt het enfant terrible complex spelen. Hè? Dus van, je mag het niet. Nou, dan ga ik het juist doen. Dus nu wordt er flink gebombardeerd. Alleen bij dat laatste bombardement zien we toch wel een verandering in de politieke retoriek van het Westen. Dat er nu opeens, terwijl er plus 34 doden zijn op de 30.000 die er al zijn gevallen, burgerdoden heb ik het dan over. En nu zou er opeens wel een soort van grens in zicht zijn. Het blijft allemaal heel raar, maar ze moeten natuurlijk naar dat exodusverhaal toewerken. En dan bedoel ik de exodus van de Palestijnen naar Noord-Amerika en Europa. En Colombia, de Petro, dat is de president van Colombia. Gustavo Petro heet hij. Die heeft nu bevolen om een ambassade in de Westbank in Ramallah te openen. Nou, ook natuurlijk een heel duidelijk statement tegen Israël en ter erkenning van Palestina. Overigens, en dat weten veel mensen niet, bijna alle landen niet verbonden aan het Westen hebben Palestina al jaren geleden erkend. Hè? Dus het is eigenlijk te gek voor woorden en super hypocriet dat iedereen per se wil dat Kosovo erkend wordt als onafhankelijke staat. En dat Palestina, het was Palestina, Israël is daarbij gekomen, dat Palestina geen onafhankelijke staat zou zijn. En Zuid-Afrika die sleept Israël voor internationale gerechtshof wegens vermeende genocide in Gaza. Ja, ook dat politiseren. Aan de ene kant zeg je, ja, het is waar. Hè, er zijn oorlogsmisdaden en het is goed dat er nu een keer een westerse leider wordt aangeklaagd. Maar het ICJ heeft geen geloofwaardigheid. Nee, totaal niet. En in Puglia in Italië is dat, als je je daar wil inschrijven op school, dan ben je verplicht om een HPV-bewijs van ja, het vaccin. Dus eigenlijk staat hier, je moet kiezen. Of je gaat studeren, of je krijgt kinderen. Ja. Ja. Als je gaat studeren, you can't have both. Ja, en een tweet van Robin Monotti. En dat gaat over de Italiaanse parlementslid Francesco Donati. Donatus, ja. Donatus, ja. Ja, dit is wel echt een heel vreemd verhaal weer. De zoveelste klokkenluider die zich uitsprak tegen de steun voor Oekraïne en tegen het vaccinatiepaspoort, is gewurgd, vermoord. In de auto. In de auto, ja. Met een touw om zijn nek in de auto in Palermo. Ja. En Palermo staat natuurlijk bekend als een, ja, volgens mij heet het daar geen Mafia, maar Cosa Nostra of een andere organisatie. Maar ze willen het graag linken aan de onderwereld. Maar bij Fito was het natuurlijk ook al erg dubieus wie de echte opdracht gaf. En Donato was ook tegen de vaccinbewijzen en inderdaad het sturen van wapens. Dus dan is de keuze welke van die twee was het die uiteindelijk letterlijk de das omdeed. Ja, en het Hoge Rechtshof in Spanje, die wil dat er een standaard komt om mensen te compenseren die vaccinatieschade hebben geleden. Dus dit is wel een goede stap en we zien dat in Spanje meer, dat de rechtsstaat daar op een of andere manier meer functioneert. En een artikel uit Bild-Zeitung in Duitsland, en die hebben het over schokkende cijfers.
de bedrijven die vertrekken uit Duitsland. En de grote kop zegt, is Duitsland straks zijn hele industrie kwijt? Nou, ik kan die vraag beantwoorden. Dat hoeft geen vraag te zijn. Ja, Duitsland is zometeen zijn hele industrie kwijt, want er vindt een enorme deindustrialisatie plaats. En nog een bericht uit Duitsland, een medische tip. Als je ooit corona gehad hebt, dan is het nu tijd om naar de oogarts te gaan. Want de coronavirus die beschadigt namelijk je ogen. Dat heeft niks met het vaccin te maken, laat je niks wijsmaken. Het ligt aan corona. Ja, dus die micropropjes die duidelijk al beschreven zijn in de literatuur en die van de prikjes komen, die hebben hier niks mee te maken. Ja, en in Duitsland gaan de processen verder om de ongezwarte protocollen van het RKI te krijgen. En van het Bundeskanzleramt is opnieuw veroordeeld om de protocollen ongezwart vrij te geven. En dan gaat het over informatie over de effectiviteit van de vaccins en medicijnen die verstrekt zijn. Het wordt spannend en wordt zeker vervolgd. Niet te geloven, hier hebben we de minister Habeck, de minister van Economische Zaken, zegt hij zelf dat hij is. En die zegt, de Duitse verwarmingswet was eerlijk gezegd een test om te zien in hoeverre de samenleving bereid is klimaatbescherming op zich te nemen. Dat zei hij dus. Dat gaat dan over de wet waarbij je vanaf 1 januari 2024 geen nieuwe gasverwarming meer in je huis mocht plaatsen. Dat zou verboden worden. Ja, en het goede nieuws is dat het is mislukt. Maar nu probeert hij dus terug te krabbelen en zegt, ja, het was maar een test. Dat hebben we ook al bij COVID gehoord. En deze mensen zijn denk ik toch een beetje bang voor wat er komen gaat nadat zij niet meer in power zijn. En vanaf 2027 zou autorijden wel eens onbetaalbaar kunnen worden. En dan gaat het over de CO2-belasting en emissiehandel. Nou, daar hebben we het ook al vaker aandacht aan besteed. Waaronder ook voor geïmporteerde goederen met de CBAM-regeling. Die certificaten waarmee de CO2 gecompenseerd moet worden, die worden ieder jaar duurder. En daarmee wordt autorijden inderdaad onbetaalbaar. En het startschot is naar mijn mening 2026 dat het echt hard gaat. En nieuwe cijfers die laten zien, Duitsland heeft de hoogste stroomprijs van Europa. En dat is 20 cent, zelfs tot 20 cent verschil tussen de verschillende landen. En de verfassingsschutzer die slaat alarm. En de verfassingsschutzer, dat gaat dan over. Verfassingsschutz is zeg maar de Duitse geheime dienst. Vergelijkbaar met de IVD, mengsel van IVD en NCTV. En ja, hij zegt: oh jee, de rechtsstaat die wordt uitgehold. Nou, Willem, wat moet je daarvan zeggen? Nee, dat is waar en dat weten ze ook zeker, want ze hebben het zelf gedaan. Precies. En een artikel uit de Welt. En daar staat dat het thema, klimaat als thema, die heeft onder de jeugd als haar betekenis verloren. En dat is goed nieuws. Want het lukt dus niet, hè, hoeveel moeite men ook doet, het klimaatverhaal wordt niet gegeten. En mensen in Duitsland die sterven vroeger bij de levensverwachting in Duitsland. Die is 1,7 jaar gedaald. Nou, blijft de grote million dollar question natuurlijk. Wat zou de oorzaak daarvan nou kunnen zijn? Ja, want mensen zeggen dan, ja, we hebben een pandemie gehad, corona. Maar ik wil nog eventjes in herinnering brengen dat de gemiddelde coronapatiënt, tussen aanhalingstekens, die overleed, juist ongeveer 1,5 jaar ouder was dan de levensverwachting. Dus die kan de levensverwachting nooit naar beneden hebben gebracht. Maar ja, wat het dan wel is, zal wel altijd een mysterie blijven. Ja, nou, misschien het klimaat. Dat is toch altijd weer een van de grootste verdachten. En we hebben het vorige week ook al een bericht over gehad. Nou is het in Bayern hetzelfde gebeurd. 5 stembiljetten, die waren vooraf al ingevuld. Erg handig, dan hoef je in ieder geval niet te twijfelen waar je je stem op moet uitbrengen op 9 juni tijdens de Europese verkiezingen. Dat is het nieuwe stem inderdaad, hè? Dat is de opt-out. We hebben hem alvast voor je ingevuld, maar als je niet op von der Leyen wil stemmen, ja, dan moet je eventjes iets anders invullen. Nou ja, von der Leyen zeg ik maar, want die is helemaal niet verkiesbaar hoor, die wordt gewoon weer aangesteld.
Van der Leyen die natuurlijk omringd wordt door enorme schandalen, waaronder bijvoorbeeld het bestellen van miljarden vaccins via een sms-berichtje aan haar goede vriend Bourla. Er loopt een onderzoek tegen haar wegens corruptie. Maar die hoorzittingen die zijn even over de verkiezingen heen getild. Want men wil natuurlijk niet dat zo meteen die verkiezingen in de war lopen, doordat corruptiebeschuldigingen mogen natuurlijk niet in de weg staan aan de verkiezingen. Nou, wel bij de AfD en bij de FVD natuurlijk. Ja, natuurlijk. Hè? Maar dat is iets anders. Dat is de verkeerde kant. Hè. Je moet wel aan de goede kant van de politiek staan. En maar ook goed nieuws. Ja, wel. De Duitse overheid die heeft een besluit teruggedraaid. Niet dat ze dat vrijwillig deden hoor. Ze hebben verloren in de rechtbank. Ze mogen de COVID-prik niet verplichten aan soldaten. Nou, dat is een grote stap voorwaarts. Ja, beter later nooit weer denken, want hoeveel schade is daar al aangericht? En dan gaan we weer verder met Agenda 2030, wat natuurlijk allemaal een beetje Agenda 2030 is. Nou, we hadden het erover, in de VS is een wet aangenomen dat men wil geen CBDC. Maar Nederland, dit is een aanbesteding voor het ontwikkelen van een wallet, een digitale wallet. Nou, de staatssecretaris heeft de ambitie uitgesproken om binnen Europa een voortrekkersrol te spelen op het gebied van wallets en Europese digitale identiteit. En Binnenlandse Zaken is daarom gestart met het bouwen van een eigen Nederlandse versie van de EU Digital Identity Wallet. En de eerste stappen zijn gezet in het stelsel van de EDI. De Nederlandse wallet wordt ontwikkeld door IKTU. Op 14 februari is gesproken met Binnenlandse Zaken en Loogjes om de mogelijkheid van de betrokkenheid van Loogjes bij de wallet te vergroten. Dus op de achtergrond, men doet het gewoon willend. Er is geen debat over geweest, geen discussie over geweest. En sterker, we wachten niet op Europa. We gaan het gewoon alvast doen in Nederland. Heb jij dat in het verkiezingsprogramma gezien? Misschien heb je iets over het hoofd gezien. Heb je er iets over gelezen? Nou, jawel. Dick Schoof is groot voorstander van de digitalisering. Dus logisch. Ja, dus Nederlanders, bereid je maar vast voor op een digitale munt met een daaraan gekoppelde wallet, waarin je mooi je CO2-budget en je waterbudget en natuurlijk je gedrag bijgehouden kan worden. Een artikel van Bloomberg. Je gaat er één te ver, volgens mij. Oh ja? Nee, hoor. Nee. Nee. De Europese Centrale Bank die geeft voor het eerst boetes aan banken omdat zij niet voldaan hebben aan de klimaatdoelstellingen. Hey. Ja, en hier zie je dat CBDC of de Social Credit System, die gaan ze eerst bij de vluchtelingen, dan de uitkeringstrekkers, aan de andere kant ook bij de bedrijven. En zo komt het door de hele maatschappij heen. En op dit moment is de Bilderberg-conferentie begonnen die dit jaar in Madrid plaatsvindt. En Willem, je vond er een paar opvallende gespreksonderwerpen op staan. Ja, dit lijkt wel een beetje de WEF. Als ik kijk naar die gespreksonderwerpen, State of Artificial Intelligence, Artificial Intelligence Safety, Changing Faces of Biology, Climate, Future of Warfare, dan kan ik me niet aan de indruk onttrekken dat dit eigenlijk gaat over de vierde industriële revolutie. Wim Lex is natuurlijk aanwezig, maar ook de baas van Heineken. Mark Rutte als premier, ook niet demissionair, staat gewoon als premier van Nederland aangekondigd. Want hier wisten ze al lang dat er nog geen nieuw kabinet zou zijn. En het NRC, als enig medium uit Nederland, is zelfs met twee journalisten aanwezig. Dus ik verwacht echt een heel goed geanalyseerd stuk over wat hier nou allemaal gebeurt. Of werken bij het NRC nog journalisten dan? Vast aan de slip of de top. Ja, dit is heel interessant, Willem, want je bent weer aan het experimenteren geweest met Grok. Kun je even uitleggen wat het is en wat de resultaten daarvan waren? Ja, dus links wordt de AI-docenten missen cruciale sociale intelligentie voor effectieve communicatie in het buitenland. Dus AI is nog niet goed genoeg. En dan dacht ik van ja, maar misschien heeft dat ermee te maken dat AI de politiek
correcte onderwerpen nog niet goed kan duiden. Grok is de module van Twitter, of X, zoals het nu heet. Ik heb een paar vragen gesteld. En eerst krijg je natuurlijk de voorgeprogrammeerde, voorgekookte antwoorden. Remdesivir is hartstikke goed voor COVID, et cetera, et cetera. Maar dan vraag je door van, ja, maar hoe zit het dan met nieren? En het was toch eigenlijk eerst voor MERS ontwikkeld. En omdat het daar is gefaald, ging het bij ebola toch ook daarna fout. En toen is het pas bij COVID ingekomen. En dan krijg je het hele verhaal. En dan wordt inderdaad toegegeven, ja, er zijn inderdaad allerlei hoge risico's geconstateerd voor acuut nierfalen. En in het begin werden we wijsgemaakt dat het van COVID kwam, maar nu is het fijn dat Grok toegeeft, ja, deze mensen zijn vermoord met remdesivir. Daarnaast had ik nog een andere en die ging over de effectiviteit. En met AI moet je de vraag een beetje opbouwen. Je gaat allemaal laagjes doen van, waren de maatregelen effectief? Dan zegt hij, ja, de maatregelen waren effectief. Dan zeg je, maar dan, hoe effectief? Nou, het is moeilijk te bepalen hoe effectief ze waren, maar ze hebben vast gewerkt. Dan zeg je, ja, maar als ze hebben gewerkt, waarom staat het dan nergens in de literatuur? En op die manier ontleed je het een beetje en dan kom je bij van, oh ja, ik snap wat je welk punt je wil maken. En het is inderdaad opvallend dat geen enkele publicatie significante effecten laat zien van de maatregelen. En dat is inderdaad duidt erop dat misschien de maatregelen wel helemaal geen impact hebben gehad op de verspreiding van het virus. Goh, wat een verrassing. Maar daar blijft het niet bij. Nee. Ik was lekker op dreef. Dus ik heb ook gevraagd van, ja, dat mRNA, dat is toch gewoon gentherapie? Nee, dat is een vaccin. Zeg ik, ja, maar wacht eens eventjes. Als je mRNA inspuit en je hebt criteria voor gentherapie en criteria voor vaccins. Vaccins, langdurige immuniteit, het bevatten van een antigen. Gentherapie, dan heeft het een genetische code. Die wordt gecodeerd en waarbij het expressieproduct deel is van de therapie. Dan valt die toch onder gentherapie. En toen moest Grok toch toegeven van, ja, oké. Okay, dus als je het volgens de criteria doet, die wetenschappelijk en juridisch gelden, ja, dan is het gentherapie. Maar ja, de term vaccin, tussen aanhalingstekens, wordt gewoon vaak gebruikt voor een meer colloquial manier om te zeggen van, ja, je kan er immuniteit mee opwekken. Kwestie van definitie. Kwestie van definitie. En dat hoorden we toen ook Ab Osterhaus zeggen, toen ik tegenover hem zat op 16 februari 2021 bij Op1. En we hebben dat ook wel eens in de stukken van Pels Rijken gezien. Van ja, nee maar wacht, ja, vaccin, ja, het is maar hoe je het zegt. Mensen begrijpen het als vaccin en daarmee was de voorlichtingscampagne niet onrechtmatig. Ik hoor het ze nog zeggen. Nou, een vierde en dan bewaren we de rest voor volgende week. Die discriminatie via de Green Digital Certificate of COVID Pass of COVID Safe Ticket. Elk land had zijn eigen naam ervoor, maar het kwam er op hetzelfde neer. Het uitsluiten van mensen in de maatschappij op basis van hun medische status. Er zijn twee uitspraken geweest. eBay versus Greece en Qtin versus Russia. En één ging over immigratie en de andere ging over werk. Maar daar is heel duidelijk uitgekomen, nee, het mag niet. Dus de jurisprudentie is duidelijk, artikel 14 is duidelijk. En dat wordt hier bevestigd. Hè? Dat er geen discriminatie mag op basis van de medische status. We zijn vele rechtszaken verder. Ik denk dat die rechters gewoon de volgende keer even AI moeten raadplegen van, hey, hoe zit dat? Ja. Nou, goed nieuws. Het pandemieverdrag is op dit moment mislukt. Er was te veel weerstand tegen. Overigens, ook Paraguay heeft zich uiteindelijk tegen het verdrag gekeerd. Dus ik denk dat het een grote klap is geweest voor de New World Order. Wat denk jij, Willem? Ja, en het is goed mogelijk, want we hadden het net over waarom schoof naar voren is geschoven. Dit zou wel eens een directe aanleiding kunnen zijn. Hè? Dat ze denken van, ja, maar we moeten nu keihard de aanval openen op mis- en desinformatie. Want we hebben er al drie aangekondigd. We hebben de WHO-verkiezingen, de Europese verkiezingen en de Verenigde Staten-verkiezingen. Als die alle drie verloren worden door de griezels, ja, dan is het over en uit. Dan kunnen ze hun boeltje oppakken en gaan wachten totdat ze vervolgd worden. De eerste horde is niet genomen. Ik denk dat ze voor de verkiezingen voluit gaan.
de Europese verkiezingen. En als ze die ook verliezen, ja, dan hebben ze Dick Schoof echt nodig. Honderden arme gezinnen krijgen €150 extra per maand. Wat gaan ze ermee doen? En dan is het een project zonder voorwaarden. Gewoon geld geven heet het project van het Kansfonds. Dat grotendeels gefinancierd wordt door postcode loterij. En Dick, hoe heet die ook alweer? Poelsma of Poeldijk? De voorzitter van de postcode loterij. Een grote activist die de agenda 2030 doordrukt. Overigens een studiegenoot en vriend van je vader ooit. Maar ja, wat ga je als arm gezin doen met €150 extra per maand? Ja, ik denk dat dat geen vraag is. Ik denk dat je gewoon eten gaat kopen. Wat denk jij? Of... Nou, het laat in ieder geval zien dat dat basisinkomen steeds dichterbij komt. Ja. En de regering van Spanje die heeft een overeenkomst met Marokko bereikt. En wat is het resultaat van die overeenkomst? Dat iedere Marokkaan die Spanje illegaal binnenkomt, niet kan worden teruggestuurd. En ze krijgen ook rechten zoals gezondheidszorg en basisvoorzieningen. Nou, dat is een mooie overeenkomst die gesloten is met Marokko. Ja, maar je moet dat dan geen omvolking willen noemen, Jeroen. Nee, maar hoe lang zouden ze daarover onderhandeld hebben, Willem? Ofwel... Marokko had hele goede onderhandelaars, of dit was het doel van de onderhandelingen. En dan gaan we nu over vruchtbaarheid wereldwijd. En we zien een hele grote roze vlakte. Wat is die grote roze vlakte op de hele wereld? Ja, die roze vlakte is voor een deel het Westen en Oost-Azië en Zuid-Amerika. Daar zijn de geboortecijfers zo laag dat de bevolking gaat krimpen op zichzelf. Dan zien we het blauwe gedeelte, daar wordt nog gegroeid. Maar dat is heel specifiek. Dan zien we dus Midden-Oosten, Afrika, Centraal-Azië en Zuid-Azië. En een beetje Zuidoost-Azië. Dat zijn de groeigebieden. En dan wordt het ook een stuk duidelijker als we naar het volgende plaatje gaan. Dat sluit naadloos aan bijna op waar al die vluchtelingen vandaan komen. Dus wat mij hier eigenlijk in opviel, er zitten wel wat Afrikaanse landen bij, maar het is voornamelijk Midden-Oosten, Oekraïne, Zuid-Amerika. Daar komen de tientallen miljoenen vluchtelingen, je zou het vluchtelingen kunnen noemen, maar in ieder geval, er is een volksverhuizing gaande. Komen bij juridisch. Ja, een mooie foto, een tweet van het Openbaar Ministerie. Hoezo toga's zijn zwart en worden gedragen door rechterlijke ambtenaren van het OM? Lees meer over de toga's in knallende kleuren die bijdragen aan waardevolle discussies over diversiteit en inclusiviteit bij het OM. Nou, het lijkt me een goed idee dat het OM meer gaat discussies gaat voeren over inclusiviteit in plaats van vervolgen van mensen met andere meningen. Maar wat het laat zien, we hebben het bij het OM te maken met extremistische activisten in plaats van neutrale dienaars van de rechtsstaat. Ja, want dit is dus echt in scène gezet, maar ze hebben er ook een heel artikel over gemaakt. En de jongeren onder jullie zullen dit herkennen als de Teletubbies. Dat lijkt er ook eigenlijk meer op. Maar het is met een knipoog naar de Beatles, Abbey Road. En die kleuren, dat is natuurlijk Agenda 2030 en de Diversity Inclusion and Equity Index. En daarmee bekent het OM kleur. Vrij letterlijk, maar ook figuurlijk. Zij zeggen dus, wij worden geleid door ideologie. Wij zijn lid van de secte. Ja, en daarmee heeft de NCTV en AIVD dus wel een punt dat er een probleem is met extremisme en radicalisering. Dus ik zou zeggen, begin een onderzoek. Een tweet van Victor van Wulven. Van meerdere kanten hoor ik Michael Ruperti als minister voor rechtsbescherming in het extraparlementaire kabinet. Met zijn expertise en staat van dienst, ook met klokkenluiderszaken, zou hij een essentiële schakel zijn voor een nieuwe bestuurscultuur. Ruperti, Willem. Dat is mijn advocaat. Ja. Hey, maar wie moet ik dan hebben als advocaat? Want dan kapen ze eigenlijk mijn advocaat weg. En ik denk dat dat wel eens de bedoeling kan zijn, want hij is ook betrokken bij Tachi. Hij weet ook alles over de Wesky-zaak. Maar als we hem nou minister maken, dan kan hij er niks meer over zeggen en dan kan hij die mensen ook niet bijstaan. Het zou zomaar het lijntje kunnen zijn. En dit zijn natuurlijk geruchten, er wordt gekeken naar hoe erop wordt gereageerd, et cetera, et cetera. Dus we gaan het zien, maar wellicht moet ik op zoek naar een nieuw advocaat.
Ja, en ja, je noemde het al aan het begin van de uitzending. We hebben een nieuwe voorlopige voorziening aangevraagd voor David Icke bij de Raad van State. Zeker na de, met de uitspraak die in Duitsland is geweest, die heel veel gelijkenis heeft met de David Icke-zaak, had die zaak niet meer verloren kunnen worden. En met de erkenning door de landsadvocaat, dat inderdaad die gewijzigde regelgeving van het Schengen-uitvoeringsverdrag op, wat was het, 2023, 6 maart 2023. Ja, 6 of 7 maart, ja. Dat die inderdaad geldt voor de signalering van Icke. Een overwinning lag in het verschiet, maar ze hebben zonder zitting de zaak afgedaan. Waarom? Men zag geen spoedeisend belang. Want wat is er nou spoedeisend als je niet naar 27 landen mag reizen en je woont in Engeland? Ja, daar zit natuurlijk helemaal geen spoedeisend belang bij. Ja, Maar dat is knettergek, maar dus burgerrechten zijn geen spoedeisendheid meer. Dat is eigenlijk wat hier wordt gezegd door de Raad van State. Maar ik heb gehoord uit betrouwbare bronnen dat er binnenkort een lezingsmiddag is waar David Icke ook zal komen spreken over antisemitisme. Nou, het wordt volgens mij een symposium over antisemitisme als wapen. En mocht je ziel dus kijken, u bent ook van harte uitgenodigd om uw visie daarop te komen geven. En David Icke zal hopelijk zijn visie ook kunnen geven. En ja, Fort Oranje gaat geveld worden, Willem. Ik meen 24, wat was het? Of 26 juni. 26 juni. En er is nog een inloopmiddag op 25 juni. Komen we zo op. Maar knettergek, ze gaan iets veilen. Maar het is helemaal niet van hun. Hoe kan dit? Nou ja, men probeert snel verdomme feiten te scheppen. Op 16 juni vindt de zaak bij de Raad van State plaats. Een knettergekke zaak die je normaal gesproken, als je juridisch die zaak zou bekijken. 16 of 14 juni? Ik zeg 14 juni. Ik had even door. 14 juni is die zaak. Die kan juridisch gezien niet verloren worden. Maar ja, in het nieuwe Nederland, waar de rechtsstaat hoog in het vaandel staat, kan alles gebeuren. Maar men wil toch zeker zijn van een zaak en voldongen feiten scheppen. Want de gemeente die heeft oog op die 24 hectare en men wil dat gaan omvormen naar bouwgrond. Nou, zo'n veiling van, zij zeggen dat het recreatiegrond is, die brengt hoogstens een paar miljoen op. Maar als ze het omzetten naar bouwgrond, dan brengt het misschien wel 30 miljoen op. Dus men ziet al met dollartekens in hun ogen. Maar let op, het is fake informatie, het is desinformatie. Op Fort Oranje mag namelijk gewoon gewoond worden. Want er staat nergens in de bestemmingsplan is het woord recreatie genoemd. Nee, men heeft het over kamperen in bijvoorbeeld woonstaarcaravans. Nou, wat is een woonstaarcaravan? Daar woon je in. En volgens het bestemmingsplan mag er gewoon gewoond worden. Dus mocht iemand nog plannen hebben voor een projectontwikkeling daar en wil je echt je zakken vullen, ik zou zeggen, ga naar de veiling als die doorgaat en doe een bod, want het is een koopje. Het wordt hoe zeg je dat? Je kan er enorme winst mee. Ja, nou ja, dat is ook wat de overheid wil. En vooral schade berokkenen. Gaan we naar de volgende. Interessant vind, hè, dus je kan je aanmelden. Dan moet je 25.000 euro storten. En dan kan je meedoen aan de veiling. En als je het niet koopt, dan krijg je die 25 weer terug. Hè. Het gaat alleen maar over dat er niet iedereen kan inschrijven bij de veiling. Jij wordt ook nog eventjes genoemd. En 25 juni is er een kijkdag. Belangstellenden kunnen dan tussen 1 en 3 zelf een kijkje nemen. Nou, het leek mij ook een leuk evenement als jij en ik en Jan daar dan mensen te woord staan en rondleiden als een soort openluchtmuseum van wat waar stond en wanneer het door de gemeente is vernietigd. Ja, en vooral wat hierachter zit. Want dit is gewoon een landje pik en dat ken ik veel te lief. Het is roof, het is een staatsberoving, een beroving van de overheid van burgers. Met corrumpering van de rechtspraak, van het hele bestuur. En ook dit komt waarschijnlijk van de NCTV af die dat georganiseerd heeft ooit. En al, zet het in je agenda, 25 juni, dan zien we jullie op Fort Oranje.
Een artikel in het AD over de vervolging van Vermeijeren. Het OM ziet echter een drietrapsraket. Vermeijeren deed uitspraken, mensen werden aangezet tot actie. Hij deelt verantwoordelijkheid. Alleen al na de speech in Tuil overtraden 19 mensen de wet bij de boerenprotesten. De officier van justitie dit is wel heel mooi, hè? Met Donald Trump. Ja. Deze redenatie. Rutte had het over handen wassen en daarna lagen de IC's vol. Weet je, dit zijn zulke kinderlijke gevolgtrekkingen. Ja, het niveau is echt heel bedroevend. Ik heb er een paar commentaren over geschreven op Twitter. We komen dadelijk bij degene die dan de zaak voerde, hè, de broer van de landsadvocaat. Maar dat ze het kapitool er nog bij durven halen, terwijl 6 januari 2021 is ontmaskerd als een false flag. Het is in scène gezet of gefaciliteerd door overheidsdiensten. Dat is allemaal naar buiten aan het komen. Maar hier gaat het niet over feiten. Het gaat over de publieke opinie. Het OM gebruikt deze zaak ook om verder te schaden en om een precedent te scheppen. Want als Gideon die zegt, ik hoop dat het altijd vreedzaam gaat, een fluwele revolutie, als dat als geweld wordt betiteld, ja, maar dan kan je dus nooit meer over kritiek, dan kan je nooit meer kritiek uiten op de overheid. Want alles kan dan onder het kopje opruiming tegen de overheid vallen. Dat heb ik ook als pleidooi bij David Icke gebruikt, hè, want daar werd dezelfde redenering gebruikt. Maar op zich zit hier wel waarheid in. Jij doet een uitspraak, wij organiseren een event en dan beschuldigen jou dat jij verantwoordelijk daarbij bent. Ja, en wat ik heel opvallend vond, hebben we Wieger, dat is de officier van justitie. En zijn broer Rijmer, die hebben we ook al vaker gezien in de rol van Pels Rijke, landsadvocaat. Wieger heeft ook 1 zitting tegen mij gedaan. En toen kreeg hij een beetje rode wangetjes, want hij werd betrapt op en dat heeft hij zelf niet gedaan, dat snap ik ook. Je wil liever je eigen leugen verdedigen dan die van iemand anders. Maar dat ging over de Den Haag-zaak, waar ik 20 juni voor moet komen. Namelijk dat ze stiekem opeens de artikelen waarvoor ik dan ben gearresteerd en een gebiedsverbod heb gekregen, dat zijn andere artikelen dan dat ze nu te lasten leggen. Dat zijn allemaal dingen die niet kunnen of niet konden, want in een rechtsstaat zijn er regels, die zijn overboord. Maar het meest opvallende was dat die rechter eerst zegt in deze zaak, ja, we gaan het niet hebben over de context, hè? Hooguit de sociale context, maar al die uitspraken die het OM erbij haalt, die laten we buiten beschouwing. U moet ons vertrouwen dat wij daar objectief een oordeel over kunnen vellen. En prompt gaat hij een paar uitspraken of comments onder de uitspraak van Gideon Vermeijeren, legt hij voor aan Gideon Vermeijeren. Dus dit doet me heel erg denken aan Bolkestein, die zegt van, ja, ik wil niet koketteren met dat mijn vader in het verzet heeft gezeten, maar mijn vader heeft in het verzet gezeten. Wat ook heel bizar was om te zien, is dat Wieger een compilatie heeft gemaakt, maar echt het niveau dikke boom. Dus allemaal stukjes knippen uit speeches, en dan hebben ze de laatste 10 jaar volgens mij bij elkaar geveegd en gekeken, en dit is zeker met AI en algoritmes gedaan, gewoon waar heeft Gideon ooit het woord geweld gebruikt? Waar heeft hij revolutie gebruikt? Waar heeft hij opstand gebruikt? En daar hebben ze dan een knip- en plakwerkje van gemaakt, en dat mocht hij vertonen als werkstuk in de rechtszaal. En dat de rechter het ook toestond, jongens, dit is een totale clownshow. Deze mensen kan je niet serieus nemen. Niet omdat wij ze voor gek zetten, maar omdat ze zichzelf voor gek zetten. Nou ja, bekende Rijmer natuurlijk ook van de coronaprocedures die we gevoerd hebben. Kijk, en dit bevestigt nog een keer. Kijk, je hebt de keuze of je zoekt de beste mensen uit of de corruptste mensen. In dit geval is de corruptste en beste, dat gaat nooit samen. Hè? En helaas zijn zij niet uitgekozen op basis van hun kwaliteiten. En een tweet van Sydney Smeets, die gooide ook nog even wat uit. Een reactie op het laatste woord van Gideon. En hij zegt, wat een onzinnig laatste woord. Laten we hopen op een stevige veroordeling over 2 weken. Nou, ik heb medelijden met de mensen die Sydney Smeets als advocaat hebben. Want dit is zijn mening over verdachten die niet van strafbare feiten verdacht worden. En nog een tweet van Papijn van Houwelingen, die kondigde aan dat hij 7 oktober voor een meervoudige strafkamer moet verschijnen, omdat minister zich beledigd voelt. En dan gaat het over die memes.
Hij heeft toen een nazi-vlag, heeft hij toen hoe heet het? De woke-vlag. Ja, van Gennep en Voldemort, hoe heet hij ook alweer? Kuipers. Die ja. heeft hij, want die heeft een SDG-vlag. Nou ja, SDG is nogal een radicale ideologie. Dus toen heeft hij een foto gemaakt met die SDG-vlag, veranderd naar een nazi-vlag. Er zijn natuurlijk veel meer mensen die dat hebben gedaan. Hij heeft ook niet zelf die fotobewerking gedaan. Tweet dat. Daarna, om helemaal fair te zijn, zegt hij van ja, oké, maar dan doe ik ook communisme. Dus het ging niet per se om ze te beledigen als natie. Het ging om de meme, om ze voor gek te zetten. Kijk eens, onze ministers, zonder dat er ooit over is gestemd, zonder dat zij nu een politieke kleur moeten uitdragen, staan daar van een bijzonder radicale organisatie de vlag te hijsen. Maar daarvoor moet hij voorkomen op 7 oktober. En mijn theorie is, en dit is volgens mij ook een direct bewijs van de invloed van de NCTV op de rechtspraak. Wat was er nou 7 oktober vorig jaar, Jeroen? Nou, dat was een false flag operatie van Hamas op Israël, waar toen heel veel mensen bij gedood zijn. En waarvoor moet Pepijn voorkomen? Nou, natuurlijk voor het, wat is het, antisemitisme? Het bagatelliseren van de Holocaust. Want zo gaan ze dat natuurlijk spinnen. Dus 7 oktober is niet toevallig gekozen. Dat is mijn stelling. En hier zie je de rol van de rolrechters die bij de NCTV op schoot zitten. Zij bepalen wanneer en bij welke rechter zo'n zaak voorkomt. En op die manier hoeven ook niet alle rechters corrupt te zijn. Alleen degene die je inzet voor de zaken die je zeker weten wil winnen. Ik heb Pepijn ook geadviseerd om 7 oktober niet te accepteren. Zeg maar dat je ziek bent of dat je verhinderd bent. Want dit is trial by media. Wat hier gaat gebeuren is proberen Pepijn te shamen. Want 7 oktober, vandaag is de dag van de eenjarige nagedachtenis van al die gijzelaars. En, dan en jij bent verantwoordelijk daarvoor. Precies, precies. De aangifte die Pepijn heeft gedaan tegen Joop.nl. Nou, Joop.nl is een bekend laster- en smaadkanaal. Dat is ook erkend in het vonnis. Alleen wonnen we niet, want het is de staat. Hè? Joop wordt betaald van belastinggeld. Het is een onderdeel van BNNVARA. Maar dat Joop Pepijn fascist noemt, of bruin of extreem rechts, ja, dat moet je laten welgevallen. En het grappige is, dit hebben we al vaker gezegd, het stukje dat hier wordt aangehaald, unlike the letter, the former inevitably and knowingly lays himself open to close scrutiny. En het gaat dan over politici, dat zij van alles moeten dulden. En dit punt hebben we al zo vaak gemaakt. Maar dat zou dan wel gelden. Dus de hypocrisie kan niet groter zijn. Wacht even. Dus Pepijn moet dit soort beledigingen zich laten welgevallen. Want EHRM en de rol van politicus. Maar de twee ministers niet. Hoe zit dit nou, Jeroen? Nou, dat is heel eenvoudig. Hè? Je moet aan de juiste kant staan. Kijk naar Sigrid Kaag. Daar staat iemand met een fakkel. Dat is dat. Dat wordt nog steeds aangehaald als een vorm van terrorisme. He, terwijl er niets gebeurd is, maar waar Thierry daadwerkelijk fysiek aangevallen wordt. Ja, dat is natuurlijk wat anders. Hè. Dat heeft natuurlijk niets met daarmee te maken. Nee, er wordt met twee maten gemeten. Sta je aan de goede kant, dan mag je alles doen en laten wilt. Wat je wilt, mag je mensen beledigen. Sta je aan de verkeerde kant, ja, dan is alles strafbaar. Wat ik trouwens wel grappig vind, wat we dan wel weer hebben bereikt, als je nog één teruggaat, is dat Joop niet meer als nieuwssite te boek staat, maar de Nederlandse opiniewebsite, want dat moeten ze doen vanuit de vonnissen die we hebben verkregen. Ja. Een schrale troost. Maar Joop is dus geen nieuws. Ja, want daar hadden we het net al over. Kijk, bij de Oekraïner die Thierry Baudet sloeg met een paraplu in Gent, die hoeft niet voor de rechter te verschijnen. De 16-jarige die met een bierfles in Groningen op het hoofd van Thierry sloeg, die wordt wel vervolgd. Ja, nou heb ik hier een theorie over. Die 16-jarige, ja, die heeft met jeugdrecht te maken. Dus die gaan ze een taakstrafje geven. Maar die Oekraïner, die ook zei Poetinist, et cetera, dus dit was politiek gemotiveerd. Geweld tegen een politicus door een Oekraïner. En dit is een aanslag, dit is een terreuraanslag. Dit is de definitie van een terreuraanslag. Politiek gemotiveerd, geweld gebruiken om angst aan te jagen. Daarbij
wetende dat Thierry en andere FVD-leden op de dodenlijst staan van Oekraïne. Dus dat er ook een oproep is geweest, een opruiming vanuit Oekraïne. Hij moet niet voor de rechter. Dit doen ze per se om deze jurisprudentie te voorkomen. Dit is een terreuraanslag geweest, maar ze willen het niet als zodanig erkennen. En nog even, dat is dat Oekraïne waar wij dus miljarden euro's naartoe sturen om de democratie en onze vrijheden te beschermen. Een bericht van NOS Nieuws. Fiot doorzoekt woning PVV-senator een oud-verkenner Gom van Strien. Ja, en toen dit gebeurde, toen dacht ik van, hè, wat flauw van ze, dat ze, terwijl die al geen informateur meer is, hem nog eventjes pootje willen lichten. Totdat, een aantal dagen later, Geert Wilders stond te juichen dat Dick Schoof, die hier misschien wel ook een beetje verantwoordelijk voor is, premier zou worden. Is dit niet gewoon een waarschuwing voor de PVV geweest? Van, hey, nu moeten jullie mee gaan spelen, want anders trekken we het kleedje onder je vandaan. Dus dit is gewoon een signaal geweest naar Geert van, Geert, ken je plaats. Wij nemen de boel over. Jij mag koketteren met de grootste partij, maar Nederland wordt door ons geregeerd. Nou, het volgende bericht van NOS Nieuws, dat vind ik een van de schokkendste berichten, of eigenlijk een van de brisantste berichten. Verpleegkundige start tuchtzaak tegen GGZ om schende beroepsgeheim. Waar gaat het over? Het Wilhelmina ziekenhuis in Assen. Die begint dus een tuchtprocedure tegen de GGZ, dus die verpleegkundige. En het gaat om een 32-jarige oud-longverpleegkundige. Die werd verdacht van het doden van mogelijk 20 coronapatiënten. Willem. Let op, het OM heeft hier onderzoek naar gedaan. Die zaak hebben we al eens in andere journaals besproken. Maar hier werd iemand voor de bus gegooid, terwijl de protocollen heel duidelijk verantwoordelijk waren. We hebben het net gezien bij de GROK, hè, de AI-module van Twitter of X, die toegeeft, ja, remdesivir kan dodelijk zijn, nierschade, et cetera. Hetzelfde met mechanische ventilatie, hetzelfde met midazolam. Die protocollen moesten worden toegepast door deze verpleegkundigen. Daar gingen mensen aan dood, dat viel op. OM komt in actie, vervolgt die verpleegkundige, omdat de GGZ dat beroepsgeheim schendt, waar, hè, het zwarte schaap, de zwarte Piet wordt aangewezen. Dat is teruggetrokken volgens mij, want hij is vrijgesproken en nu gaat hij dus zelf de aanval in. Heel terecht, denk ik. En dit zouden veel meer verpleegkundigen moeten doen. Hebben inderdaad, door jullie handelen zijn er mensen omgekomen. Dat is verschrikkelijk om aan jezelf toe te geven. Ik denk dat de meeste mensen dat hebben gedaan omdat ze die protocollen moesten volgen. Dus als je hier meer informatie over hebt, stuur ons een e-mail, begin rechtszaken, zoek de media op. Deze beerput moet volledig open. Ja, want dit is bij alle ziekenhuizen gebeurd. En verpleegkundigen die werkzaam waren op de intensive care, die wisten heel goed van wat wij nu doen, dat is catastrofaal. Dit kan helemaal niet, maar ze hebben het toch gedaan. Bij medisch. Sepsis, dat wordt de grootste stille moordenaar in de ziekenhuizen van Ierland. En hoe zou dat nou toch komen, Willem? Het moet wel klimaatverandering zijn. We hebben vorige week dat Britse parlementslid gesproken, die al zijn ledematen zwart zag worden. En die is nu heeft de eerste bionische parlementslid. Twee nephanden, twee nepvoeten. Maar dit gaat veel meer voorkomen. En het is niet zo gek, hè? Als je immuunsysteem kapot is gemaakt door een prikje bijvoorbeeld, ja, dan kan je niet meer zo goed tegen de climate change. Ja, we lachen erom. Ook uit Groot-Brittannië. Dit plaatje lijkt akelig veel op het plaatje dat Ruben van Galen van CBS en Keulemans van de Volkskrant te vuur en te zwaard willen verdedigen als, zie je wel, de prikjes werken. Maar wat hier eigenlijk uit blijkt, de unvaccinated, weet je wel, die mensen die geprikt zijn, maar 2 weken lang het label van gevaccineerd niet mogen dragen, die zijn bij bosjes gestorven. Dus het was een soort uitdunningsprik of een soort test van, ben je zwak genoeg? Nou, dan krijg je een spuitje ter euthanasie. Dat is wat we hier zien. Dus die hele grote groep van geprikten die nog niet te boek stonden en de eerste 14 dagen dat ze storven, zijn geregistreerd als unvaccinated, maar no COVID. En daaraan verraadt het zich. We hebben hier ook een uitzending over gemaakt en dat gaat dan over de CBS-cijfers van 23 februari 2024. Maar we zien dit nu dus ook in andere landen dezelfde methodiek.
Ja, en de oorlog tegen ivermectine is nog steeds niet voorbij. Want ivermectine is zo'n ongelooflijk effectief middel dat het een bedreiging is voor de farmaceutische industrie. En natuurlijk hun handlangers die in de overheid werkzaam zijn. En wat gebeurt er nu volgens een tweet van Pierre Corey? Die zegt de overheid van de VS die betaalt nu de detailhandel apothekers, apothekerketens, om niet, hoe zeg je dat, valide. De recepten goed in te vullen voor ivermectine. Precies, om te voorkomen dat mensen toegang hebben tot ivermectine, wat wel effectief is. Dit is een tweet van Cathy Shapis en zij zegt: worden op het moment veel meer PCR-testen voor kinkhoest uitgevoerd? In 2007 berichtte de New York Times over een kinkhoestpandemie die gecreëerd was als gevolg van overmatig PCR-testen. Maar dat was niet het geval. Precies, dus dit wisten we. Dit wisten we ook al in 2020. Hè, toen in juni werd het heel duidelijk dat die test niet klopte. Ik ga daar binnenkort met Rogier Lauwe een serie opnames over maken. Want hij heeft het debunked. Hij heeft laten zien met wetenschappelijke publicaties dat die Drosten Koopmanspaper een waardeloos stuk was. En dat die test inderdaad is gebruikt als aanleiding om een datapandemie, een scamdemie te veroorzaken. En het grappige is, het is niet alleen maar onze mening nu, het is nu ook bevestigd in de rechtbank. Blijft doodstil, hè? In de mainstream media, niemand wil hierover horen, maar er is wel degelijk toegegeven dat die PCR-testen dus helemaal niet, ze zijn wel heel gevoelig, maar niet specifiek genoeg. Dus de meeste coronagevallen waren gewoon inderdaad verkoudheden. Sterker nog, was er wel een dodelijk virus. Ja, we hebben er een paar rechtszaken over gevoerd. En die komen nu opnieuw, worden die actueel. Ja, en slecht nieuws, Willem. Als je vader bent, en vooral als je een jonge vader bent waarschijnlijk, dat is heel slecht voor je hart. En dat blijkt uit een studie. Ja, dus het vader zijn is naast warm douchen en naast zonne en naast wat we er nog allemaal. Blijdschap en koude en warmte, Ja, is wat vader overmatig zijn. snoepen, overmatig trainen, zo'n beetje alles waarvan je leeft. Dus voorkom dat je vader wordt en dan los je ook gelijk het klimaatprobleem op, want dan hebben we minder CO2-uitstoot. Dus het is een mes wat aan veel kanten snijdt. En nog even de plotseling onverwachts. Geliefde schoolconciërge voor het plotseling overleden examen mag ongeldig verklaard worden. En niemand moet dood worden of ziek worden omdat ze geen geld hebben. Maar een levens, hoe zeg je dat, levensreddend vaccin kunnen hebben, toegang daartoe kunnen hebben. Nou, dit gaat dus over iemand die heeft een vaccin flink gepusht, een prikpusher. Wat is er met hem gebeurd, Willem? Ja, hij heeft een hartaanval gekregen, maar zo te zien op de foto kwam dat door de koude. En een volledig gevaccineerde Super Size Me star, die is gestorven aan turbokanker met 53 jaar oud. Dus het is uiteindelijk niet het fastfood wat hem gedood heeft, maar mogelijk de prik. Ja, een PGA Tour winnaar Grayson Murray op 30-jarige leeftijd overleden. En dan nou komen we tot laatste, dat was de slide die we net niet konden zien. Mocht je nog niet ingeschreven zijn, meld je op de website. Laat je e-mailadres achter, zodat we je altijd kunnen gebruiken. Mocht je geen e-mails krijgen, check even je spambox. Kan zijn dat die daarin gaat. Ook een nieuwe manier van censuur. En mocht je ons willen steunen, heel graag. Dat wordt enorm gewaardeerd. Willem, dat was het weer voor deze week. Het was weer een hele hoop. En volgende week hebben we ongetwijfeld weer een hele hoop. Absoluut. Dankjewel en tot de volgende. Thank you.